Welkom bij de nieuwe Bardo Elke Donderdag. Camera staat hier half in beeld. Maar vandaag is het met de grote broer, de big man Jentel. Te groot voor het shot zelfs. Godverdomme. Goedendag, morgen met de camera. Ja, ja, ik had even shots moeten testen. Heb ik niet gedaan van tevoren. Maar fuck it. Komt wel goed, komt wel goed. We gaan een beetje kutten klooien vandaag dus. Vandaag met Jentel, jongens. Oei. Je eerste keer op Twitch ook, of niet? Ja. Ja, überhaupt? Nooit op Twitch geweest? Mijn kop niet, nee. Wel als chatter natuurlijk. Ja, als chatter natuurlijk. Als meme-lord in de chat. Oh, wie is je favoriete bij mij in de chat? In de chat? Ja. Is er maar eentje. Eentje, wie is? Henk. Henk Games 11. Henk Games 11. Henk Games, als je er bent. Ja, prima gozer. Hey, maar Henk, ik hoorde wel dat er het K-woord iets werd gebruikt tegen mods van administratie in Discord of zo. Is je allemaal vergeven, het is allemaal goed. Hou je gewoon gedijst. Ik ben een toffe gast. Ga ze door. Ja, Henk Games 11 ging wat ver. Maar hij begroet jou ook altijd in de chat tegenwoordig, hè? Tuurlijk. Henk Games, die herkent zijn classics wel. Ja, daarom. Ja, sorry voor Kelly, Posey, NL Nico, noem ze allemaal maar op. Maar Henk Games is de gelukkige winnaar hier vandaag. Hm. Die gaan we niet overtreffen. Het moeilijke is een beetje nu wel op dit moment dat van mijn lijstje, drie kwart jullie net besproken hebben. Gewoon overnieuw. Dus, nou, nee, dat gaan we niet doen. Niet ik doen? Voel, nee, dat voel ik totaal niet. Daarom distancieer ik me ook. Ik dacht, sorry, stik er maar in. Ketje die zegt al Jentel. Oh, nee. Ketje is onder de indrukken van. Wat is er? Oh nee. Sorry. Ja. Content vertellen. Nee, dat is gewoon react shit nu. Ja, kijk, hier staat nu bijvoorbeeld ayahuasca vragen. Dat gaan we niet doen, want dat die voel ik gewoon niet. Ik voor mezelf stomme fout van mij. Mm. Wat wel kunnen we doen, er staat een andere bijvoorbeeld. De Boerenburgerbeweging heeft grote overwinning geboekt natuurlijk. Natuurlijk. Die wonen bij jou op de hoek? Ja, klopt. De Boerenburgerbeweging, ja, dat hoe was zeker dat? Waar. Ik kwam een keer om 7 uur mijn sportschool uit. Ja, ja. Je zal het niet geloven, maar er was een tijd dat ik naar sportschool ging. Mm. En allemaal heisa en er kwamen grote kraanwagens langs en dingen werden opgebouwd enzovoort. En ik dacht, wat de fuck gebeurt hier? Dus ik vroeg naar zo'n man. En inderdaad, het hoofdkantoor van de Boerenburger, hoe heet dat nou? De Boerenburgerbeweging. Boerenburgerbeweging, ja, ik ken dan je de Bardo Banaanbeweging, dat is de enige die echt telt. Oldschool. Ja, die komt bij mij om de hoek wonen. Dus Carolien van der Plas. Gezelschap. Heb jij zien lopen? Nee, nooit. Caroline? Nee? Nee, niet. Ze woont op de Zandweert, begreep ik dus nu. Achter. Oh, ze woont ook echt in deze. Ze woont, ze heeft hier een klein rijtjeshuiswoning. Ja joh, dat wist ik echt niet. Ja, die heb jij gestemd eigenlijk, of niet? Mijn stem gaat altijd naar de winnaar. Ja, precies, jij stemt ook niet. Altijd naar de winnaar. Want jij hebt wel gestemd, hè? Nee. Ja, jij hebt nu voor het eerst in je leven gestemd, zei je. Je hoeft niet te zeggen waarop als je die wil zeggen. Ja, ik heb mijn moeder wou dat graag, dus ik dacht, ik stem Cherry met haar mee. En dat is Cherry geworden. Nee. Leuk. Nee, wil je zeggen dat je hebt gestemd? Zeg je nee, doe ik niet. Nee, nee. Nee, 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 goed recht om het niet te vertellen, hoor. Dat, dat mag allemaal, nee. Voor de mensen die thuis niet weten, als je niet stemt, dan gaat jouw stem naar de grootste partij. Dus degene die de meeste stem heeft gekregen, die krijgt automatisch jouw stem er ook bij. Echt waar? Ja. Dan bij de zetelverdeling. Juist. Dus je kan naar de stembus gaan en gewoon zeggen, ik stem op niemand. Dan gaat hij niet naar de grootste partij. Maar stem jij niet, dan gaat de stem dus naar de partij met de meeste stemmen. Oké, ik weet dat het verplicht kiezen, dat is afgeschaft in 1968 of zo in Nederland. Oh, dat weet ik niet. Is dat zo, dus sindsdien is ze zeggen, ja, de percentage van niet-stemmers is 30-40%. Dus het zal niet elke niet-stemmer zijn, toch? Die dan doorgaat naar... Ja, dan zou de VVD per definitie, als je 40% van de stemmen hebt, heb je al direct 40 zetels. Dat zou ik denken, ja. Plus degene die heeft gewonnen, dan zou je op een meerderheid komen op een dictatuur. Daarom zeg ik altijd van, joh, mijn stem gaat altijd naar de winnaar. Misschien zit ik ernaast. Chat, zoek het uit. Weet je, ik me afvroeg, was even benieuwd. Ja. Wat heb jij gekregen bij mijn geboorte? Want ik weet, onze ouders gaven altijd bij de geboorte van elkaar. Toen ik geboren was, of toen ik rond geboren was, kreeg jij een Lego set, geloof ik. Ja. En toen ik geboren was... 30 jaar ellende tot nu toe. Tot nu toe. Is er een cadeautje uitgekomen, of niet? Weet ik niet. Weet ik echt niet. Nee? Ik heb echt geen. Ik wist van Kron met Lego set ook niet. Nee. Nee, volgens mij heeft mama toen een Lego set gekocht. Die zei, kijk wat Kron heeft meegenomen. Ja, dat klopt. Dus dat weet ik nog wel inderdaad. Dat ze dat soort dingen deed. Maar wat ik heb gekregen, joh. Nee, weet ik echt niet meer. Dat is meer om jullie zoet te houden, dat jullie bek houden. Ja, mama precies. Met rust laten. Ja, hier, ga nou maar... Lekker spelen met je nieuwe setje. Exact. Ja, we zijn er weer vanaf. Dat is, ja, nee, ik was even benieuwd. Ik dacht, je hebt ook geen idee van. Want voor de goede orde. Ja. In de chat. Wie kent deze man die voor me zit? Jentel. Ben ik even benieuwd. 1, als je Jentel kent. 2, als je geen idee hebt wie hier... voor mijn neus zit op dit moment. Hoofdpijn, Paul's champ. Oh, sorry, Kat. 2, geen idee. Maar heel veel mensen hebben geen idee wie er voor mijn neus zit. Nou, wil jij een kleine introductie geven? Hoe zouden mensen jou kunnen kennen? Waar kunnen ze je van kennen? Wie ben je? Mijn naam is Jentel Ellens. En een achternaam hoor je al. Ik ben de oudere broer van Bardo. Shout-out. Yes. En ik ben de bedenker van Banjo. Klopt.
Ontwikkelaar van het logo van Bartonio. Ook nog, ja, technisch gezien. Maar daarmee helpt mijn voetbal op. ja, ik ben ouder broer van Bardo. Ik kom uit Deventer. Ik heb HBO-ICT gestudeerd. Ik ben altijd een verwend basketballer. Mm-hmm. Erg goed in geweest. Professionele mogelijkheden ingehad, niet gedaan. Ik heb ervoor gekozen om zelf te gaan coachen. Toen ben ik naar China gegaan, dat is 2016 geweest. 4 jaar in China gewoond, gecoacht en gewerkt. Je bent daarvoor toch ook al China geweest? Klopt, in een half jaar voor mijn studie. Ja. Ja, ja, maar dat vond ik, dat is meer voor je studie dat je even ingaat. 2016 was het echt een keuze om daar te gaan wonen voor een lange periode. En hoe lang, van 2016 tot 19? 20. Je bent 4 jaar lang om. Ik heb het gevoel dat jij 3 etappes daar bent geweest. Eerst inderdaad studie, daarna volgens mij, voor mijn gevoel, 1,5 jaar. Daarna nog een keer 3 jaar. Klopt dat niet? Technisch heb je gelijk, ja. De eerste keer was 2012. Ja? Toen ben ik halfweg geweest voor de studie. En dat was eigenlijk een stageproject. Het was wel een leuk idee eigenlijk. Wat ze hadden gedaan is een aantal hogescholen in Nederland hadden ze gecombineerd. Mm-hmm. En wat ze hadden gedaan is, ze hadden bedrijven gevonden in China. En ze gingen Nederlandse studenten combineren met Chinese studenten om daar werkgroepjes van te maken. Die gingen in China aan de slag met een Chinese opdrachtgever. Ja. Half jaar gedaan. En toen afgestudeerd in 2015-16. Mm-hmm. En begin 16 ben ik toen daarheen gegaan echt als basketbalcoach. Ja. Mijn eerste jaar heb ik daar gedaan. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland. Dat was de eerste keer dat mama kanker had. Ben je alleen daarvoor teruggekomen? Dat was één. Ja, dat is genoeg reden hoor. Maar... Ja, ja, precies. Ja, alleen daarvoor. Alleen even heen en weer. Ja, nee. Je moeder maakt het uit. Jezus, kom je daarvoor terug? Gewoon even kanker. Ik kom daarvoor terug. Nee, dat ik snap wat een lullo, ja. Nee, maar dat was een van de redenen. Maar een andere reden was ook professioneel. En dat was omdat ik een... toen ik terug was gekomen, ja? Wist ik niet hoe lang ik terug zou blijven. Want het was niet duidelijk of mama volledig zou herstellen of niet op dat moment. Mm-hmm. En toen hebben ze iemand anders in mijn positie gezet om mijn werkdruk op te vangen. Ja. En toen kon ik niet meteen weer terug om mijn oude plek weer op te pakken. Dus toen moest ik 3 maanden blijven in Nederland voordat ik weer terug kon op een nieuwe plek. Juist. Want ik kan me nog herinneren inderdaad dat wij op het station, dat ik met jou mee ben gegaan naar Schiphol voor die anti-vloggerspace sketch. Ja. Om last minute met jou een paar quotejes te schieten. Weet ja. je dat nog? Ja, dat is gewoon wel wat. En dat ik in de trein zat en dat we bij de trein, Caron met zijn ex-vriendinnetje daar stond. En mama met de kaalgeschoren kop en die grote witte bolhoed. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, die witte. Ja, die hele grote witte. Ja. Dat markante dame die ze was. Ja. Maar dat was 3 maanden ben je er maar geweest. 3-4 maanden, ja, zoiets was dat. Dat was niet super lang. Heb je 3-4 maanden bij Pama gezeten? Nee, niet. Ik ben toen bij... Dagmar het appartement. Correct. En Dagmar zat in het appartement van Milan. Nee, sorry. Milan zat in het appartement van Dagmar. En ik ben toen bij Milan in komen wonen. Die had een kamertje vrij waar ik kon verblijven. Ja. Oké. Okay. Je hebt met Milan samengewoond? Ja. Ja, voor de mensen die chatten, jullie weten, zijn deze namen. Dat zijn mijn neefjes, Milan en Dagmar. Ja. En ja, ik weet, Dagmar die had toch dat geweldige appartement in de binnenstad, hè? Nou, hij zat ergens anders op dat moment. Ik weet niet waar hij zat. Was hij gewoon naar China gegaan? Hij heeft in China gezeten, ja. Klopt, dat zou best wel kunnen zijn. Wat ik zo karakteristiek vind en alle shitzooi die jij vertelt over China, ook voornamelijk die eerste de reis die je hebt gedaan, gewoon 3/4 van alle mannen met wie je daar was, die... hebben het einde van de dag daar ook een vriendinnetje aan overgehouden, toch? Mm. Toch iedereen ja, die heeft zijn Chinese vriendin aan de haak geslagen? Of is dat, doe ik het wat te kort als ik het zo zeg? Nee, doe het wat te kort. We zijn, ik ben erheen gegaan eigenlijk met 1 persoon die ik goed kende van de school. Ja. En toen we er waren ben ik in iemand anders tegengekomen. Mm-hmm. Die ook bij ons op school zat, maar die ik van tevoren niet kende. En er waren nog 2 andere personen die ook van mijn school kwamen. Dus eigenlijk waren we met z'n 5. Mm-hmm. En omdat we in een stad zaten genaamd Xiamen, noemden we onszelf de X-Men. En een van die personen, die is getrouwd. Die woonde ook in China, die heeft gewoon een Chinese vrouw. Okay. Ik heb een Chinese vriendinnetje gehad voor die tijd. En de andere, eentje heeft meerdere relaties daar gehad. Eentje die had in Nederland toen al een vriendin, die is ook getrouwd met die vriendin. Hoe moet ik dat zien? Dus, is het niet zo voor die Chinese mensen daar, die meiden, dat zo snel mogelijk weg willen uit China? Of is dat te kortzichtig? Als westelingen nu bekijken, wij in het westen hebben het heel goed. Ja. Mensen in het oosten willen zo snel mogelijk een westeling aan de haak slaan, hier naartoe verhuizen. Is dat te kortzichtig? Of, wat, zo is voelt te kortzichtig. Dat... Ja? Ja. Ja, er zit vaak wel een hoop en ook een idee bij. Ja? Dat mensen uit het westen een stuk rijker zijn. Dus die zijn een stuk vermogender, dus dan heb je betere toekomstopties als het ware. Ja. Dat is zeker wel een ding wat speelt. Daar heb ik wel een verhaal over. Wat dan? Nou, ik was... Gaat het over de bordeel? Nee, niet het bordeel. Die staat wel op het lijstje ergens. Oh, staat die ook nog eens op het lijstje? Ik heb eindeloze China verhalen, maar het was een van de meest extreme dingen die ik heb gemaakt. Mm-hmm. Dat was een... ik was in Nanning. En Nan is het zuiden, Ning is een hoofdstad. Misschien ken je Beijing wel. Ja, ja. B is noord, hoofdstad, noordelijke hoofdstad, zuidelijke hoofdstad.
Een Jingistad. Juist. Dus oh, B is Noord... Hoofdstad was het, of ster. Maar heet het dan ook echt Noordstad gewoon? Ja, eigenlijk wel. Noordelijke hoofdstad of zuidelijke hoofdstad. Dus Beijing en Nanjing. Ik zat in Nanjing. Ook wel bekend van The Rape of Nanjing, Nanking. Oh, dat is met die, dus die Japanners. Stad, ja, die daar alles hebben... Ja, heeft Nos kan het vertellen. Doe eens Nos. Bas? Ja. Rape of Nanjing. Ja, alsjeblieft. Nee. Geen flauw idee. Nee, dat is een ontzettend stukje... sorry. Ja, een stukje oorlogsdrama geweest. Uh-huh. Japanners die zijn China binnengevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Nanjing hebben ze de hele stad eigenlijk opgesloten. Alles overgenomen. En ze zijn systematisch te werk gegaan met ja, het uitmoorden, verkrachten, exploiteren van de populatie daar. Oh, wat en dat is nogal een opspraak geweest, omdat Japan eigenlijk alles ontkent. En China juist weer zegt van het is ontzettend waar. Mm. Dus daar is best wel veel strijd over. En ja, na een lange periode, volgens mij nu is de consensus wereldwijd, dat ze eigenlijk zeggen van ja, het is allemaal wel gebeurd. China heeft het hoogstwaarschijnlijk wat aangedikt. Maar er zit wel een hele dikke... Ja, maar herkent China wel de getallen van Mao Zedong? Weet ik niet. Ik heb China niet gevraagd. Want we kunnen in ieder geval vragen, kun je daar wat uit over geven? Nee, grapje. Maar dat verhaal. Ja, ik was dus in Nanjing. Was daar, we gingen naar het museum toe enzovoort. Op een gegeven moment zaten we in de bus. En we kwamen de bus binnen en we moesten staan. En na één of twee helters kwam er een meisje de bus binnen. En een apart meisje ging achter in de bus zitten. En wij konden gaan zitten, dus ik ging zitten. En daar viel me het eerste ding op. Wat raar is in China is... Als ik in een bus zit en ik heb mijn benen voor me, ja, hou ik mijn benen voor me. Die persoon naast mij, die laat zijn ene been tegen mijn been aanvallen. Mm-hmm. Dus ik zit al een beetje van, joh, ongemakkelijk, trek die zo weer weg. Trek die niet weg. Dus ik geef de benen een zetje zo, valt hij tegen mijn been aan. Mm-hmm. Heel ongemakkelijk. Ik zit in die bus een beetje en ik zit tegen die kameraden tegenover me te kijken. En zit een beetje te lachen, te grinniken. En ik, ja, het is blijkbaar gewoon normaal dat je, omdat er zoveel mensen zijn en zo weinig ruimte is... dat je tegen elkaar aanstaat of tegen elkaar aanleunt. Dus de been bleef gewoon tegen mij aanhangen in de bus. Klein detail, heel raar, maar mm-hmm. Het zal zo zijn. Meid achter in de bus. Die zit daar met een of ander modetijdschrift, heel apart. En, mm-hmm. Ik en mijn kameraad zitten een beetje te kijken... want ze zat echt te turen naar mijn kameraad, Robin heette die jongen. Ze zat echt gewoon eyes on the prize, on Robin. En te kijken en te kijken en op een gegeven moment kwam onze stop. Dus wij staan op en zij kwam naar ons toegerend. En in gebroken Engels begint ze een beetje tegen ons te praten... Dus wij denken, een beetje raar, maar wij moeten die bus uit. Dus wij gaan die bus uit. En ze komt ook met ons mee de bus uit. Dus wij zeggen van, joh, ziet je stop. Nee, ik moet hier wel, ik moet hier eruit. Okay. En ze begint te praten en te vertellen. En ze vertelt dat haar moeder ziek is en problemen heeft met bloedsomloop enzovoort enzovoort. Mm. En ze wil met ons mee. En ze zegt van, ja, joh, wij gaan hier naar een museum toe. We redden ons wel. Nee, en ik ga je laten zien, ik ga je rondleiden enzovoort. En dan geen voordeel van de twijfel, lopen met ons mee. Ze loopt een stukje met ons mee enzovoort. En op een gegeven moment begint ze erover. Ja, en ik zoek een leuke jongen, een besterse jongen. Is hij nog vrijgezel, mijn kameraad? Ja, hij is nog vrijgezel. Ja, vind je het niet leuk dan om een keer mee op date te gaan? Ik eigenlijk wel trouwen of zo. Vind je niet interessant? What the fuck? Wat zei je? Ja, trouwen. Kunnen we trouwen met elkaar? En dan kun je een paspoort regelen. En dan mijn moeder, die heeft echt hulp nodig. Dus die moet mee. Dus wij dachten van, joh, hier moeten we vanaf. Dit is echt gewoon, die is alleen maar uit op dat idee wat je zei. Van die rijke westerse man die een betere toekomst kan bieden. Yeah. Dus wij willen vanaf en zeggen van nee, sorry hoor, echt geen interesse, excuses. Wil ons met rust laten, we willen het museum in. Yeah. Dus wij lopen en op een gegeven moment komen we bij het museum. En wij moeten betalen. Dus wij betalen bij een ticket, kopen een ticket. We moeten naar binnen zeggen, joh, we gaan naar binnen. Nee, wacht, ik wil ook mee. En we zeggen, ja, maar hoe dan? Dus zij kijkt in de portemonnee, geen geld voor het ticket. En ze kijkt om zich heen, een beetje paniekerig zo. En zegt ze, wacht hier. Gaat ze naar een bus in. En wat zien we op die bus staan? Een bloeddonatiebus. Nee joh. Kwam ze na een paar minuten weer naar buiten. Oh. En zegt ze van, nee, ik kan niet mee. Wij waren blij dat van af waren. Oké, sorry, ja, dankjewel, tot ziens. Wij gingen snel naar binnen. Dus waarschijnlijk had ze al bloed gedoneerd of weet ik veel wat. Ze kon in ieder geval niet daar terecht om snel zijn geld te verdienen. Om een kaartje om het museum binnen te komen. Maar dat is toch, ja, met alle respect. Maar op een gegeven moment zou ik doorhebben als ik daar loop als Chinese vrouw. Dat ik denk, oké, deze mensen hebben echt geen interesse hierin. Ik geef het op. Ik ga naar de volgende, want er zijn genoeg Westerlingen daar, toch? Nee. Zijn echt... Toen ik naar 2012 was, was het zeker... waren niet zoveel Westerlingen als ik er later weer terugkwam. Oké. Was toen nog wel een unicum, ja. Ja, is dat zo apart nog dat jij er rond... Want ik toen weet wel dat twee ja, ik zat dat... Toen, ja. Mensen wouden met jou op de foto, op straat, heb je wel eens verteld. Ja.
Ja, dat was heel grappig. Dat was nogmaals 2012 en ik zat in Xiamen. En in Xiamen heb je een eiland, heet Gulangyu. En dat staat bekend als Piano Island. Mm-hmm. Dat is ook iets waar een stukje Nederlandse geschiedenis in zit. Wel grappig. Ik weet niet precies hoe het zat. De Nederlanders hebben het een keer bevrijd voor de Chinezen, van de Jappen. En, in ieder geval, wij gingen naar het eiland toe. En we hadden een leuke kokosje gekocht met kokossap erin. Lekker rietje, een beetje rondlopen daar. Oh, mm-hmm. Leuk. Mooie gebouwen enzovoort. En wat zien we telkens gebeuren? We zien twee meiden en die rennen ons de hele tijd voorbij aan de rechterkant. En ik denk, what the fuck is dat? Hebben ze haast of zo? Nou, liep je er weer langs. Rennen ze er weer voorbij. En ik dacht, what the fuck? Wat deden ze nou? Ze rennen er voorbij. Eén van die twee meiden ging klaarstaan tot wij er langs liepen. We wilden snel een foto nemen, zodat ze met ons de foto stonden. Mm. En dan was het weer klaar. Maar omdat we aan het lopen waren, kwam er geen enkele scherpe foto uit. Dus iedere keer kwamen ze weer langs gesprint, tot wij op een gegeven moment zeggen, yo, willen jullie met ons op de foto? En, oh, ik geen woord Engels, maar Chalpian is een van de eerste dingen die je leert als je een foto het Chalpian. Dus wij daarheen, een fotootje met haar genomen en dan was het weer weg. Oh, wow. Dus ja, dat was wel een van de dingen die veel voorkwam. Normaal spraak je gewoon aan, maar dit was wel een van de meest rare dingen. Dat ze zeggen van, wat de hel. Dat sowieso, dus hun zien naar een grote witte man, westerse man lopen. Dat is voor hun heel erg uniek. Blond haar, blauwe ogen, dat kennen ze niet daar. Nee. Precies. Ja. En ik weet nog, ik heb bij de daklozen opvangen, we hadden het net ook even over, mijn Chinese buurman. Ja. Dat ik met hem een gesprek over racisme in China. Ja. En hij zei, nee, kijk. En hij liet me een foto zien van allemaal zwarte mensen die aan het werk waren in China en een goed leven hadden. En ik weet nog, jij vertelde mij later, worden dat is een stukje Chinese propaganda. Ja. Die hebben waarschijnlijk gewoon één straat in een stad van 15 miljoen mensen gemaakt. Hebben daar allemaal zwarte mensen neergezet. Fotootje van gemaakt. Dus kijk, wij zijn goed met de zwarte mensen. Ja. Maar is China racistisch of niet? Dat is heel breed. Je kan geen, dit wordt een subjectief antwoord, dat weet ik wel. Dit is geen objectief antwoord. Nee, absoluut niet. Het is heel stereotyperend waar je naar vraagt. Eén ding waar ik naar kan praten is mijn ervaring en de mensen wat ik meegemaakt heb. Mm-hmm. En racisme vind ik sowieso een raar onderdeel. Definieer racisme voor me, dan kan ik zeggen ja of nee, maar het ligt ontzettend gevoelig. Wat ik wel kan zeggen is... Ik had het ook opgeschreven, dat ik denk, dat hebben jullie ook al besproken. Ja. Maar ze zijn bevoordeeld. Dat kan ik 100% bevestigen. Tenminste, nogmaals, met mijn ervaringen die ik heb meegemaakt. Eén ding, wederom ook weer, voor jullie. China is een ontzettend groot land. Ja. Als ik aan... stel iemand vraagt iets over Europa. Zeg je, zijn Nederlanders bevoordeeld? En iemand zegt, alle Nederlanders zijn bevoordeeld. Kijk maar bijvoorbeeld naar wat ze in de Poolse provincie doen. Dat ze geen enkele moslim toelaten. Het zijn allemaal racisten daar. Dan zeg je ook als Nederlander, Europeaan, zeg je, maar dat is zo verschillend. In Polen en in Nederland zijn ze heel anders. Dat is hetzelfde als in China. Mm-hmm. Als je in Shanghai bent, in Nanjing of in het zuiden, het noorden, het oosten. Het ontzettend verschillend. Maar ik kan wat van mijn ervaringen vertellen. Ja. Dat is precursor van... Ik snap wat je zegt. Alleen de andere kant, het is wel zo. Het is een van de meest dichtstbevolkte gebieden van de wereld. Ja. Ik schrok ervan dat ik op een gegeven moment doorkreeg dat Nederland... Wij zitten ook op dat niveau van China, qua dichtbevolktheid. Ja. Dat wij zijn dus echt gewoon op de kaart een knalrooie dot. Ja. Waar China ook een paar rode dotjes heeft, zeg maar. Wat ik me ook voor kan stellen, is dat de gebieden tussen de rode dotjes in China een stuk groter zijn. En daardoor de dichtbevolktheid op de rode dotjes een stuk groter is. En jij liet mij toen die kaart zien van China, waarbij je eigenlijk ziet dat alles van China, als je de lijn trekt, 80% rechts van die lijn leeft of zo. Ja. Dus dat is echt wel... Je hebt zeg maar... we hebben hier geen kaart van China. Ofwel heeft iemand een kaart bij? Nou, ik had even kijken of ik een pak voor je, maar ondertussen verder. Ja, heel grof gezegd, China heeft, zeggen ze, China is een kip. En je hebt de kont van China, zeg maar het midden en een stuk van de kont. Mm-hmm. En daar woont eigenlijk geen ene hol. En dan heb je het over Tibet en Xinjiang. Dat zijn de gebieden waar de Oeigoeren, waar een opspraak over is geweest. En de Tibetanen, die ook een opspraak zijn geweest. Daar wonen bijna geen mensen. Iedereen zit aan... de borst, de kop en bij de pootjes, de kippenpootjes. Mm-hmm. Ja. Daar zitten de meeste mensen. En als het goed is, gaan we dat... ik ga even kijken of we dan... dit is een kaartje. Ik hoop dat voor de mensen thuis het niet een beetje kunnen zien op dit moment. Is dit goed genoeg voor jou? Of, ja, maak maar groot. Hoppa. Ja, gewoon groot maken. Big. Kut. Ja, hier is Joe Rogan alweer iemand voor, hè? Nee. Oké, ik weet wat ik doe. Kun je hier wat verder mee? Of? Rechter muisknop en dan zeg je open een nieuw tabblad. Oké, rechter muisknop en dan zeggen we... Afbeelden een open nieuw tabblad. Ja hoor, kijk eens. Hoppa. F11, heb je dat nog? Een F11-je, kaboel. Nee, toetsenbord. Ja, toch wel. Nee, toch niet. Toch wel. Ja, het is een beetje jammer. Maar hier zie je van... Eigenlijk zeggen ze, als je China bekijkt... Mm-hmm. Hier heb je dan de kop. Dit is de borst van de kip. En hier heb je zijn vleugel, zijn kont. En eigenlijk trekken ze hier de lijn.
een beetje iets meer deze kant nog op. Dan moet je tegen de lijn. Dit gedeelte is eigenlijk waar alle mensen wonen. Okay. Dat is ook de reden waarom China zo ontzettend druk bezig is met de zeelijn. Want, stel, ja, voor defensie, de kust is zo ontzettend dicht bevolkt. Daar zit de grootste cohorte van populatie zitten allemaal hier. Oké. Okay. Dus dat is een beetje hoe China verdeeld is. Oh, wauw. Dus China is eigenlijk gewoon een beetje als Europa. We hebben dat toch in Europa ook. Hoe dichter tegen de kust, hoe dichter bevolkt het is. Ja. De Balkan valt reuze mee. Sowieso Scandinavië valt reuze mee. Mm. Het is met name zo, als je hoe dichter je gaat komen tegen Nederland, Duitsland, Frankrijk. Dat kustgebied. Hoe meer mensen je tegenkomt. Ja, vanwege de welvaart van mensen. Nou, dat is toch? Ja, zeker waar. Reëel, maar... over bevooroordeeld gesproken. Sorry. Ja, mijn ervaring... Ik heb een hele goede kameraad gehad in China. Die jongen heette Toki. En die had een tante. Die ging we op bezoek voor nieuwjaar. Mm-hmm. En die was nogal openbaar hierover. En die vertelde inderdaad van... maar het is toch gewoon duidelijk. Zwarte mensen zijn dommer. Zo simpel is het. Dat was tante van iemand of moeder. Ja, en die zei het gewoon letterlijk van... zo zit de wereld in elkaar. Je hebt de westerse wereld. Ja. Dat is nummer 1. China, dat is nummer 2. Ja. En de Afrikanen, dat is nummer 3. Zo is de wereldorde. En niet anders. Dus de zwarte, dat zijn gewoon domme mensen... die atletisch goed zijn. En dan de blanke, dat zijn de slimme. Vooral de Joden waren erg goed. En dan de Aziaten, die waren degene die omhoog aan het stijgen waren. En dat zo was het. En er was geen... ja of maar, of we hebben een bevolkingsgroep, zit daar niet verschil in. Maar is dat van de tv? Nee, dat was gewoon zo. TV eigen opvatting? Geen idee. Waar komt dat? Ik kijk Chinese tv, maar ik begrijp er geen zak van. Hoe? Ze heeft het niet uitgelegd. Nee, zo is het gewoon. Oké. En het was dus op een manier van, zo is het gewoon. En dat weet jij toch ook wel? Dat was een beetje de insinuatie. Zo, Ik vrees dat er geen clue zit aan het verhaal. Wel. Dus nee, dit was het. Simpel is het, ja. Hoe is het? Want we hebben in China ook nul met gender politics en zo, toch? Of wel? Nee, kan je als homo daar over straat lopen in China? Ik zat in... Als ik over straat loop met een leuke jongen, hand in hand... Dat wordt niet geaccepteerd daar. Nee, dus dan moet ik dekking zoeken? Dan hoef je geen dekking te zoeken, maar het kan maar zo zijn dat ze langslopen... dat ze iets niet zo leuk tegen je zeggen of dat je op je afgekeken wordt. Of dat je, waar kan ik beter hand in hand over straat lopen? Een Arabisch land? Nee, niet zo... Ik ben net in Arabië geweest, dat weet ik niet. Ja, oké. Okay. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb in Guiyang gewoond. Ja. En in Chengdu, dat zijn de twee steden waar ik heb gewoond. Nogmaals, zoals ik eerder ook al zei, ontzettend kleine sample size... Maar in Guiyang waar ik woonde, dan waren ze wel een stuk... ik had veel homoseksuele vrienden en vriendinnen. Van westerse afkomst en Chinese afkomst. Die daar een normaal leven konden leiden. En daar ook geen moeite mee hadden. Ik heb niet het idee dat ze buiten op de straathoek stonden te tongen met elkaar. Dat is natuurlijk ook weer een ander. Dat zie je hier ook bijna nooit eigenlijk. Nee. Maar die hadden gewoon een normaal leven. Het is niet zo dat je daar als homoseksueel wordt vervolgd of zoiets. Dat is zeker niet mijn ervaring. Nee, maar het is maatschappij is het wel, ben je een buitenbeentje. Het is niet de norm en het is ook niet uitgebreid geaccepteerd. En dan is het vooral met de relatie naar je ouders toe. Want de Chinezen hebben nog wel een heel sterk familiebeeld. Ja. Waarin je gewoon, waarin je taak is om je naam voor te zetten, om te zorgen voor een familie met een kind. Ja, dat gaat in homoseksueel vaak moeilijk. Ik ken ook een vervelend voorbeeld trouwens, daarover gesproken. Over een dame die lesbisch was. Ja. En die met een homoseksuele man getrouwd is. En dat ze samen ook echt een kind hebben gekregen. Gewoon om voor hun ouders die illusie op te houden. Ja. En dat was wel echt vervelend. Klinkt als een film die een Oscar zou winnen. Ja? Ja, toen hebben ze altijd dat soort films, zeg maar, van twee mensen met een eigen geheime liefde. En ondertussen maar moeten neuken om het de schijn op te houden. En de reden waarom ik dat weet, om het nog vervelend te maken. Iets wat ik jou ook nooit verteld heb, is... een vriendinnetje, een Chinese vriendinnetje wat ik heb gehad in China. Ja? Die werd gestalkt door die lesbische meid. Oh, ben je? Ja. Niet zo'n beetje ook. Waar heb je mij niet verteld dan? Is nooit naartoe gekomen. Nooit over Ik dacht even dat er een tweede lage ronde zat. Er hebben we iets niet nooit over gehad of zo. Maar die meid die was verliefd op mijn vriendin toen de tijd. En die heeft daar ook een tijd... hoe zeg je dat? De vriendin die ik toen had, die was gewoon heteroseksueel. Maar ze hebben een keer met elkaar gezoend. Dat ze ontzettend dronken waren enzovoort. En sindsdien was zij haar aan het vertellen dat zij lesbisch was... en dat ze met haar moest trouwen enzovoort. En dat ging zelfs tot zelfmoorddreigingen toe. Als je niet met mij terugkomt, blablabla, dan spring ik van het gebouw af. Is dat zo? Hier in het Westen vinden we natuurlijk... twee zoenende vrouwen worden er veel mannen gezien als... precies. Maar is dat in China ook zo of is dat niet? Want aangezien ze... Idee heb ik wel.
Chinezen, kijk, haar er ook een kick uit. Want ik, als je tegen homoseksualiteit bent, dan zou je ook tegen de vrouwen kunnen zijn. Maar... Ja, nee, dat heb ik, die heb ik weer niet. Nee, een beetje hetzelfde hier. Ja. Oké, okay, dus dat wel. Een idee over schoonheid is wel compleet verschillend als wat wij hebben. Oké. Okay. Mijn ervaring is dat een idee over schoonheid ontzettend anders is. Als ik het gemiddelde ideaalbeeld pak, dan denk ik toch aan een westers seksueel sekssymbool. Dat is vaak een voluptueuze vrouw, grote borsten, volle lippen, een enigszins zwoel gezicht. Waarom een zachte stem? Ja, een soort Kim Kardashian, toch? Dat is tegenwoordig... Dat is een mooi voorbeeld, inderdaad. Ja, ja, gewoon grote billen, grote borsten, precies, dikke lippen. Ja, ja, in China is dat een stuk minder. Het ideaalbeeld daar ligt... andere, wat ik vergeten was... Mag ik gokken? Ja? Ik zou dan gokken, gevoelsmatig, dat ze daar toch voor de kleinere popje gaan. De kleinere borsten, kleinere billen, lengte echt veel kleiner dan de man. Een kleine, kleinere meid. Gewoon een hele kleine, petit dame, zeg maar, toch? Dat idee. Huidskleur? Ja, gewoon Aziatisch, dat is dan zo wit mogelijk. Dat weet ik wel. Ze gaan met paraplu's gewoon als de zon schijnt, zodat ze niet verkleurd worden. Dat wist ik wel. Ogen? Ja, dat weet ik niet. Bruin? Gokje? Dat is een leuk antwoord. Niemand in China heeft het over de kleur van de ogen natuurlijk. Wat dan? Iedereen heeft bruine ogen. Ja. Grote ogen. Grote ogen. Ze houden van grote ogen met een puntkinnetje. Dat brengt goed geluk. Dat schijnt ook goed te zijn voor de financiën. En dan... Maar even, waarom die huidskleur? Blank. Die huidskleur, dat moet dan zo wit mogelijk. Ik heb er een idee over, maar ik weet het niet zeker. Want dit, omdat we het net over racisme hadden... Ja. Dat je dan denkt, als mensen daar dan denken... dat Afrikanen of wat dan ook, zeg maar, hè, onder hun zitten... Mm-hmm. Dat je dan denkt, ja, de westelijke bovels, die zijn heel wit. Dan liever heel wit dan... Snap je wat ik denk? Dat het daar vandaan komt. Ik denk dat het hier vandaan komt. Maar dat is dan... Ja. Hier in Nederland, en in het Westen in het algemeen... vinden wij vaak mensen die licht gebruind zijn een stukje mooier. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom? Exotischer, vreemder. Het is, we willen allemaal bruiner worden hier. Ja. Dat is meer, het is een streven, toch? Van, je kunt toch gewoon buiten gaan zitten? Ja, dat doen mensen ook. Ik ook. Dat wie doet dat meest? Wie hebben de meeste tijd om buiten te zitten? Mensen met een uitkering. Oké, mensen met een uitkering of mensen met ontzettend veel besteedbaar vermogen. Helemaal in Nederland, omdat we hier vaak niet zulke ontzettend warme wintermaanden hebben. De uiteinders van de maatschappij. Juist, dus de rijken. Die hebben vaak het geld om dan te zeggen, ik pak de tijd om naar Spanje op vakantie te gaan in de winter en dan lekker bruin te worden. En daarmee heb ik het idee dat hier een sociaal beeld is van, joh, als je iets gebruind bent getint als blanke man, dan ben je welvarend. In China hebben ze het tegenovergestelde. Als jij iets gebruind of getint bent, dan ben jij een boer. Dan werk je op het veld. Ah. De rijken, die kunnen binnen zitten. Die hebben een paraplu. Die hebben een bediende die is... ik denk dat het daar vandaan komt. Ik weet niet zeker, maar dat is mijn gevoel. Maar ja, dan zou je toch ook zeggen, dan wat wij in het Westen altijd hadden, was toch dat dikke mensen aantrekkelijk waren. Ja, vroeger. Vroeger, helaas. Ja, toch. Wij weten nu niet meer. Dat is echt heel treurig, dit. Nee, maar dat is nu tegenwoordig. Het is onaantrekkelijk. Ja. Omdat je niet voor jezelf zorgt, bla, bla, bla. Maar dan zou je zeggen dat dat ook nog op kan gaan. Want mensen met weinig geld kunnen niet veel eten. Bla, bla, Nou ja, een zak chips is goedkoper dan een zak appel, hoor. Nee, maar appelen, die hebben ook natuurlijk... appelen. Ik dacht, aardappelen, laat maar. Godverdomme. Hij fucked up. Nee, duidelijk. Bij China is overgewicht aantrekkelijk of niet? Nee. Nee? Nogmaals... ontzettend dunne, magere popjes. Dat is waar het om gaat. Ja, zo klein mogelijk. Ja, maar je zei trouwens petit, dat is wel iets anders. Ze houden van ontzettend lange benen. Dat is wel een stereotype wat ze mooi vinden. Benen? Dunne, lange benen, ja. Daar worden ze wild van. Worden ze wild van. Wie is nou de beroemdste Chinees die wij niet kennen? Die jullie niet kennen? Oh. Ja, ben ik wel benieuwd. Is er eentje van je zegt... Xi Jinping kennen we allemaal. Ja, nee, precies. Wie is de Linda de Mol van de Chinese televisie? Oh, dat weet ik niet. Is er een koningin van de Nederlandse tv die we kennen? Ik ken geen Chinese tv, ook. Ik versta geen flikken van. Nee, nul? Nee, niks. Oh, wauw. Veel te snel, ja. Nee, dat weet ik echt niet. Ik ben gewoon benieuwd. Ik denk, ja, wie zou ik daarin... Ik heb wel een kop in gedachten, maar ik weet zijn naam niet. Een acteur uit China, maar ik weet zijn naam niet. Nee, kan niet opkomen.
Nee? Ja, jammer. Ja, je hebt nu die Everything Ever All At Once had allemaal Chinese acteurs. Minari had Koreaanse acteurs. Oh, ik dacht Koreaanse. Ja, Everything Ever All At Once. Je hebt die hoofdrolspeler, Michelle Yeoh, die komt uit China. Yeah. Ki Huan komt uit Vietnam. Okay. En die hebt natuurlijk Parasite uit Korea. Nou, in ieder geval, dat vind ik opmerkelijk aan de filmindustrie, want daar ben ik veel meer in thuis. Je ziet wel nu de welvaart toeneemt in het oosten van de wereld, dat daar veel meer megaproducties uitkomen op totaal alle culturele gebieden die wij het Westen hebben. Of je nou hebt over de kunststroming. Er zijn grote Chinese en Aziatische, Koreaanse, Japanse kunstenaars die doorbreken. Je ziet het bij series, hè, Netflix, Squid Game. Mm-hmm. Waar in één keer gewoon een household name of Alice in Borderland, noem het op. Ja. Je ziet het in de animatiewereld met anime terug en Studio Ghibli. Je ziet het in de muziek met BTS. In de normale filmwereld met Minari, Parasite, Everything Ever All At Once. Dus je denkt, ja, dus hoe meer geld er doorstroomt naar een bepaald landgebied, hoe meer culturele vorming ze hebben. En hoe meer je het terug gaat zien, ook in onze westerse culturen, zeg maar. Ja. Misschien zeg jij wel, deze totale bullshit, dat was er al, maar we ontdekken het nu pas. Dat kan ook, maar... Ja, nee, ik ben het... Maar als we het over China hebben, want ik hoor nu vooral veel dingen uit Korea en Japan. Ik heb nog eigenlijk niks uit China gehoord. Nee, maar China is nog in die ontwikkelende fase, toch? Of zit China al er tegenaan te beuken? Daar zit de grote groeiende middenklasse, waar die bestedingsruimte vrijkomt. Waarom de westerse filmindustrie vooral zegt van, joh, we moeten China in... Want daar kunnen ze ook naar de bioscoop. Daar kunnen ze ook onze streaming service betalen enzovoort. Ik haat het, want ik ben nu echt degene die China wil afbeelden als een racistisch land. Ga je gang. Maar ik moet aan die Black Panther campagne denken. Ja. Yeah. Heb je ook meegekregen, toch? Dat ze... Ja, vertel. Black Panther, heb jij dat meegekregen? Nee. Je kent de film Black Panther wel, toch? Yeah, yeah. Ja, ze hadden Black Panther hier zo in het westen. Dat is Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Mm-hmm. Met Chadwick Boseman die de Wakanda doet. Alleen ze hadden dus in China, hebben ze diezelfde poster gebruikt... Maar dan overal, elke plaat, met een masker op. Zodat je niet per se kon zien dat het een zwarte man was. Dat zeggen wij hier dan. En dat moet wel. Want ja, waarom zou je anders dat masker op? Je wil in de ogen kijken van iemand op een poster. Ja. Dat was geen reden om zijn gezicht te bedekken, zeg maar. Behalve dan voor in China. Om te horen dat ze niet wisten dat er naar een film ging met een zwarte man. Exact. Oh, wat erg. Ja, toch? Dat was ook op zich heel bizar ermee. Dat ik denk, ja. En dat geldt ook voor heel veel andere dingen, zoals de gay-kusjes die overal uitgehaald moeten worden. Mm. Dat vindt China ook helemaal niet leuk. Van de Star Wars, die had een gay-kus. Eternals had een homo-scène. Ja. Dan vind ik, ja, dat is toch... Een stukje controle. Ja, censuur. Ja. Net als met Fight Club, heb je dat meegekregen? Fight Club? Hoe China die Fight Club had... Oh, het einde is veranderd, toch? Ze hebben het einde. Ja, daar heb ik ooit van gehoord, ja. Jij kent Fight Club niet, hè? Maar jij hebt het wel gezien, denk ik, toch? Ik heb Fight Club gezien, zeker, ja. Ja, het is dan zeg maar zo dat tegen het einde, wanneer de hoofdpersonage... Spoiler alert! Ja, sorry voor iedereen, maar je hebt Fight Club 20 jaar geleden kunnen zien. Een van de beste films ooit gemaakt. Shout-out David Fincher. Dat hij die kogel door zijn kop ramt. Ik weet niet hoe die heet. Dat hij erachter komt dat hij en Brad Pitt dezelfde Durden? Zijn. Ja, Durden, ja. Tyler Durden. Ja. Dat hij dat doet. Dan knippen ze in China naar een zwart scherm. En dan zeggen ze, hij heeft het overleefd. Kwam in een psychiatrische inrichting. Einde verhaal. Ah. Want het einde van de film is dat hij met die meid vervolgens de instituten opbouwt. Ja, exact. En de hele wereld naar de kloten helpt. En in China is dat het teken van begin de revolutie. Juist, ja. Dus dan willen ze het eruit knippen. Viva Vendetta. Heb jij een Chinese film gezien eigenlijk, of niet? Als je daar bent. Ik heb films in China gezien, ja. Maar ook Chinese films? Nee. Dus je weet niet, zeg maar, hoe de wereld daardoor hun wordt afgebeeld, heb je... Nee, Chinese cinematografie, niks van meegemaakt, nee. Nee, gewoon... Nee. Want ik ben alweer benieuwd of het dan heel rooskleurig is, of dat het is gerespecteerde staat, of als er een agent langsloopt, dat je zegt, yeah, goed bezig. Ja, heel veel mensen hebben met China, die ik spreek, nog een heel onderdrukt idee. Mm, ik ook. Dat is mijn ervaring daar zeker niet. Om een heel typerend voorbeeld is in de stad waar ik toen zat, ging ik graag uit, waren veel feesten enzovoort. En er werd gewoon drank geserveerd in glazen. Ja. Op een gegeven moment was er een ongeluk gebeurd in een bar. Er was iemand die had dan een ruzie gekregen, sloeg een glas kapot en heeft iemand het glas gestoken. Mm-hmm. Ophef overgekomen, in het nieuws gekomen en vervolgens gaat de overheid erop acteren. En wat doen ze dan? Er mag geen glas meer gebruikt worden in die straat. Okay. Mag niet. Geen glas. Iedereen moet van de ene dag op de andere dag overschakelen. Kartonnen bekertjes. Plastic. Plastic, ja. Ja, dat is, daar doen ze ineens moeilijk over worden. Nee, hebben geen milieubeleid. China die heeft gewoon echt totale scheid aan het hele... Thierry Baudet had zich op zijn gemak gevoeld. Oh, heerlijk. Ja, die zit helemaal thuis. Maar in één keer plastic bekertjes dus. Overal. En dat werd ook gecontroleerd. De eerste week kwam de politie langs om te kijken of je een plastic bekertje had. Prima. Tweede week. Ook nog. Derde week. Ja. Vierde week. Een paar plastic bekertjes en na een maand, twee maanden was het glas gewoon allemaal weer terug.
En wat ik daarmee bedoel is, in China heb je, kun je in principe vrij veel vrijheid genieten, zolang je maar binnen de gereguleerde perken blijft. Ja. En door de hoeveelheid mensen is het erg moeilijk om iedereen individueel te controleren en in toon te houden. Dus wat doe je? Je pakt de grootovertreders, die straf je ontzettend hard en maak je een voorbeeld van. Mm-hmm. Om te zorgen dat de rest in toon blijft. Vervolgens, als je naar de westerse media kijkt, die grote voorbeelden die daar gemaakt worden, mm-hmm, om juist iedereen in toon te houden, die worden hier opgepakt en die worden hier neergezet als dagelijks werk. En daardoor krijg je hier in het Westen, is mijn ervaring, een idee van iedereen die iets, een kleine overtreding of zo doet, mm-hmm, die wordt meteen bij de leuven gepakt en die krijgt zijn 100 zweepslagen. Terwijl het eigenlijk gewoon niet dagelijks aan de orde is. En de meeste mensen die leven ontzettend vrij, relatief gezien. Niet zozeer op persgebied. Want je moet natuurlijk gewoon niet over de staat praten en de negatieve beeldvorming of zoiets. Dan vraag je erom. Mm-hmm. Dus er zijn ontzettend duidelijke regels waarbinnen je moet leven. Absoluut. Maar zolang je daar binnen leeft, kun je vrij. Ja. Ik heb ook veel buitenlandse vrienden gehad die gewoon biet rookten. In China? Ja. Maar als je gepakt wordt met een jointje in je klauwen of in je, dan ben je toch keihard de lul in China. Dan moet je toch de gulag in van Rusland bewijzen van. Nogmaals, ze pakken je niet op, tenzij jij biet binnen gaat halen, het gaat stashen, het gaat verkopen, het gaat verpakken, je geld ermee gaat verdienen enzovoort. Je zorgt dat jij daar een speel wordt in de drugshandel, ja, dan heb je een probleem. Of als er een nieuw overheidsbeleid is, dat tegen de drugshandel is, dan weet je ook als dealer van, joh, ik moet nu even zorgen dat er niks gebeurt, want ze willen graag nu voorbeelden maken van mensen. En zolang je daar binnen gewoon goed beweegt, dan kun je, wat ik zeg, een vrij leven leiden. Hoe raar het ook klinkt. Lelo, zeg maar. Een soort van, ja. Want die politieagenten, toen ik in China aankwam, wat ik me heb laten vertellen dus, ik heb het zelf niet meegemaakt. Eén keer dat ik dacht van dat zou zijn. Mm-hmm. Maar dat jij in China aankomt en je schrijft je in als woonachtig in een stad, wordt een politieagent aan je toegekend. Die politieagent die volgt jou dag en nacht en die is eigenlijk verantwoordelijk van jouw verblijf binnen China. En wat die mensen mij vertelden, die zelf ook wiedrook, die wisten gewoon, die zijn een paar keer een agent tegengekomen in een lift of zo. En die wisten ook gewoon dondersgoed dat de overheid zich van bewust was dat zij marihuana consumeerden. Maar nogmaals, handen ervan af, joh, het is niet nodig. Gaat hij zich misdragen op een of andere manier, doet hij dingen verkeerd, nou, dan kunnen ze dat aanpakken inderdaad, om jou te straffen en om een voorbeeld van jou te maken. Snap ik. Maar zolang je gewoon normaal gedraagt. Er zijn er drie traps dingen die ik nog die in me opkomen. Een vooropgesteld chat, als jullie vragen hebben over China, wat dan ook, stel die vooral, want we gaan niet uren langer over doorlullen. Gaan ze ook verder dan dat. Ja. Dus gooi vooral even. Laat hem in de mic praten, AUB. Je hoort hem niet. Je hoort hem heel erg zacht. Bedankt. Ik heb al iets dichterbij gezet. Is het beter? Ja, is het fijner voor jullie? Ik ben heel benieuwd. Ja, je hoort die van nu beter dan. Gooi vooral je vragen. Daar komen we zo meteen op terug. Maar ik ben even benieuwd voor jou. Wat is jouw beeld van China nu? Want jij zou ook wel een beeld hebben over China. Ik heb niet echt een groot beeld gehad of zo. Voor mij was het meer een land die eigenlijk best wel veel productief is. Mm-hmm. Voornamelijk eigenlijk, ja. Heb je echt helemaal nul beeld over China? Nee, niet echt. Echt niet? Niet als communisten, niet als kapitalisten, niet als de mensen. Oh ja, daar hou ik me niet mee bezig, dat weet je. Nee, maar bijvoorbeeld sociale punten. Je hebt ook op TikTok gezeten, heb je dat ook al meegekregen? Nee, het enige wat ik meegekregen heb via TikTok is dat ze juist heel schoon zijn. Dat het eigenlijk lijkt alsof iedereen OCD heeft. Ik weet niet of dat echt een ding is of niet. Absoluut niet tegenovergestelde. Oké, nou ja. Dat is het enige. Ja. Dat is die propaganda die ze dus doorvoeren. Ja, dat is het Chinese TikTok-algoritme. Ja, ja. Nee, dat was een van de dingen. Ik ben ook op vakantie geweest in Japan. En dat was wel een. In China zijn ze ontzettend op zichzelf. In de zin van dat hun verantwoordelijkheid voor reinheid van de dingen om zich heen zich alleen betrekt tot hun persoonlijke eigendommen. Dus wat je vaak ziet in appartementen en zo, het is, je komt eraan en je denkt, wat voor ghetto bende ben ik nou beland? Je gaat in een lift en het lichtje doet het niet. En ik vraag aan die kameraad, joh, waarom doet het lichtje het niet? Ja, dat weet ik niet, is niet mijn verantwoording. Waarom doet het lichtje het dan niet aan? Ja, ik woon hier nu 6 jaar, denk ik. Ik denk, nou, 4 jaar geleden is het lichtje uitgegaan. En waarom vervangt niemand het dan? Ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid, het is niet mijn lichtje. Het gaat om een lichtje van 80 cent, joh, wissel dat even of zo. Maar niemand die dat doet, het interesseert ze niet. God. Vervolgens kom je boven, kom je zijn appartement binnen. Mm-hmm. Duurste banken, mooiste drank, super chic, allemaal netjes binnen. Prachtig, niet normaal. Maar als je buiten loopt, denk je echt van, joh, wat is dit voor scheidrol waar ik ben beland? Dat is niet normaal. Maar eigen zaken,
Spikspan in orde, keurig, mooi. Goed, ja. Ik zie voorbij komen bijvoorbeeld... is communisme erg voelbaar in China of zit een beetje op de achtergrond? Op de achtergrond, voor mij. Als gast daar in het land. Mm-hmm. Ik merk er niks van. Mijn vooroordeel, toen ik hoorde over communisme... dacht ik dat de staat ontzettend veel geld pakt... en dat evenredig verdeelde bij iedereen. Ja. Waardoor je een gelijkheid hebt van uitkomsten... en niet de gelijkheid hebt van mogelijkheden. Mm-hmm. En dat is iets wat ik daar eigenlijk niet heb gemerkt. Juist het tegenovergestelde. Waarin ik dacht van, joh, in Nederland zitten we eigenlijk in een ontzettend sociale staat. En dat verzorgde voor een ontzettend groot verschil in maatschappijvorming. Bijvoorbeeld in Nederland heb ik hier altijd het idee gehad... dat ik de kans heb gehad om mijn eigen geluk en mijn liefdes na te volgen. Omdat als het misgaat, heb ik mijn zorgverzekering. Ik kan, als ik kanker krijg of iets echt naar de kloten ga... kan ik altijd in het ziekenhuis terecht tegen een prijs die ik kan betalen... Gaat het financieel mijn idee om, weet ik veel, maar liefjes te kweken en daarmee de hort op te gaan? Gaat dat helemaal verkeerd? Heb ik altijd een uitkering waar ik op terug kan vallen? Ja. Ja. Dat soort dingen, die sociale vangnetten, heb je in China gewoon niet. Die bestaan niet. Okay. Dus waar je dan afhankelijk van bent, wil je zulke dingen gaan proberen? Of wil je belandje in het ziekenhuis? Heb je iets financieel wat je wil gaan ondernemen? Is je familie. Dat is waar je terecht kan. Dus die druk, die nadruk op familie... Die komt daar ontzettend veel naar voren. Dat is toch ook met die verschrikkelijke video toen van een paar jaar geleden... met dat kind werd het aangereden, mm-hmm. Met die baby. En dat vervolgens iedereen voor 10 minuten, kwartier lang... de baby in de greppel liet liggen. Omdat als je het kind aanraakt, gaan alle kosten naar jou toe. Ja, dan denk je van, jij bent verantwoordelijk. Waarom zou je hem anders het kind aanraken, joh? Waarom doe je dat? Ik heb zelf ook meegemaakt toen ik in China zat... dat ik op een kruispunt stond. Ja. En dat er een man lag naast een brommer. Mm-hmm. Geen idee wat was gebeurd. Nou, maar zijn enkel die stond de verkeerde kant op. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. En die man die lacht daar en die zat te schudden met zijn handen en zo. En die pakt zo een peukje uit zijn zak. En die begint zijn peukje te roken. Zo. En ik zeg, joh, we gaan erheen. En mijn Chinese kameraad pakt me en zegt, daar ga jij niet heen. Ik zeg, wat dan? Die man heeft hulp nodig. Kunnen we niet ambulance bellen of zo? Zegt ze, nee, als jij die ambulance belt, dan ben jij degene die verantwoordelijk is. Zo simpel is het. Ja. Dus niemand die dat risico op zich wil nemen. Dat is gewoon, daar blijf je met je fikken vanaf. Want de kans dat je er wel de schuld krijgt... Het communisme we kennen in het Westen, dat is voornamelijk gebaseerd op broederschap. Dat is totaal geen broederschap wat je daar beschrijft. Ja, kameraadschap. Nogmaals, het communisme zoals ik het ken, het is maar hoe je het net definieert. Dat is inderdaad die sociale staat die zorgt voor gelijkheid van uitkomsten en dictatuur is. Dictatorieel, hoe zeg je dat? Weet ik niet, denk ik. Ga verder. Die dictatorieel is. En dat herken ik dus helemaal niet. Dus wat hou je dan over als communisme? En wat ik daar zie is een staat... Is trouwens dictatoriaal. Dictatoriaal, dankjewel. Is een staatsgeleid kapitalisme. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat er plaatsvindt. Dus de staat bepaalt daar in China wat er commercieel geproduceerd moet worden. Dat is natuurlijk ook een vraag vanuit de bevolking zelf. Maar die wordt altijd geleid door de staat. Als jij een groot bedrijf hebt daar, wordt er iemand binnen jouw bedrijf geplaatst namens de staat. Die ook verantwoording aflegt naar de staat. Dus op die manier hebben ze altijd controle over een economie. En dat is eigenlijk zoals ik het herken, wat mijn ervaring is van het praten met mensen enzovoort. Dus het communisme, ja, misschien wordt het zo genoemd omdat die partij daar zit. Maar de praktijk is anders. Is voor jou niet allemaal slap gelul dit allemaal, voor communisme en zo? Ja, het punt is, als er één iemand hier is die veel ervaring ermee moet hebben, dan ben jij het. Nee, is dat zo? Dat is mijn moeder. Nee, maar jij ook. Hoezo ik? Je hebt de fucking nasleep meegemaakt van Ceausescu. Valt toch? Mee. Nou, valt de reuze mee. Ceausescu is midden jaren 90 vermoord. Jij bent in 2000 geboren. Dat is 5 jaar daarna. Moet je nagaan dat in die laatste 5 jaar van ons bestaan... daarin is een heel communistisch Roemenië gevallen. Alles is opengeflikkerd, de hele markt. En jij bent in die nasleep... heb jij nog 10 jaar of 8 jaar in Roemenië gewoond. Ja, maar dat is best de wel, eerste 8 jaar. Dus dan werk ik daar niet... Te veel. Ik was een kind. Nee, ik zeg ook niet dat je alles hebt meegekregen, don't get me wrong. Maar ik bedoel meer, jij bent dichter bij het vuur geweest dan Jentel of ik, zeg maar. Wij praten hier als Westelingen, hij met alle respect als voorbijganger die er een paar jaar heeft gezeten. Mooi, ja. Precies, je hebt de mooie plekken gezien. En jij bent nog echt in het hartje van Roemenië. Ja. Onder Boekarest heb je nog een paar jaar van je leven meegemaakt, waarvan je ook nog helder kan nadenken. Nou ja, voor mij was het gewoon, het leek wat heel was, normaal. Wat voor speelgoed had jij in je jeugd? Ik had wel gewoon speelgoed. Mijn tante die woonde hier al, dus die stuurde altijd speelgoed op. Maar mijn moeder daarentegen. Mm-hmm. Mijn moeder, haar speelgoed, was eigenlijk gewoon een maiskolf. Met een handdoek eroverheen. Nee, en dan maak je gewoon 2 oogjes met weet ik veel, modder of wat het ook is. Ja. En dat is dan een pop. Dat is je popje. Dat is je popje. Oh.
Mijn oma die had helemaal niks, sowieso. Mm-hmm. Die heeft ook de Koude Oorlog toen nog meegemaakt. En tot de dag van vandaag vertelt ze nog hoe ze af en toe mensen met geweren hoorde en dergelijke. Dus het was, ja, op intens. Haar was het natuurlijk wel heel intens. Moet ik eerlijk zeggen, ik weet niet hoe Roemenië... Weet jij dat Roemenië in de Tweede Wereldoorlog heeft... Geen idee, nee. En volgens mij Roemenië en Joegoslavië, nee. Die waren zich flink afstandig. Volgens mij niet. Nee, want het is meer Duitsland en Rusland zijn erboven. En Roemenië heeft een beetje de bullet gedodged. Volgens mij zijn zelfs heel veel zigeuners, waar de Duitsers boos op waren, gevlucht naar Roemenië uiteindelijk. Ja. Maar ja, toch was sorry, want jij hebt in je jeugd... Heb je PlayStation gehad in je jeugd? Nee. Heb jij een automobiel, raceautootje gehad in je jeugd? Ja. Dat wel? Qua playconsoles en dergelijke, dat begon echt toen ik in Spanje woonde. Dat was vanaf mijn tiende, dat begon met de Nintendo. Ik lieg nu. Toen ik heel klein was, ik had wel de Nintendo, die met de Duck Hunt. Mm. Yeah. Maar die gebruikten we niet vaak, omdat de tv ook al heel oud was en dergelijke. Zo'n oude bolling. Juist. Alles in dat huis, ook in 2015 toen ik daar terug moest voor mijn paspoort. Mm-hmm. Wij waren in mijn oma's huis. Mm-hmm. Toen ik daar naar binnen ging, ik dacht zo van, dit is heel anders dan waar ik me kan herinneren. Op welke manier anders? Het was heel oud. Het leek echt alsof... Je oma of het huis? Het huis. Oké, ja. Just to be sure. Mijn oma ook. Hij zei laatst dat mijn oma 80 lijkt, maar ze is gewoon 92. Wow. Hele grote complimenten eigenlijk. Hmm. Foto of heb je het echt ontmoet? Echt ontmoet? Ja. Nee, zij was echt onze oma. Ellens? Ja, die gaf altijd een Roemeense omaatje, weet je nog? Ja, die gaf geld. Die gaf echt, die Roemeense omaatjes, was één iemand die kwam er langs bij onze oma en die zei dan van, ja, moet je horen, in Roemenië zitten heel veel arme omaatjes, die hebben niet veel geld, wil je hun supporten? En dat deed ze dan en dan kreeg ze daarna een perfect Engels geschreven brief terug, welke echt perfect naamloos, dat je denkt, is het niet gewoon... Goeie opleiding, wow. Is het niet gewoon Vladimir en Dimitri die samen daar zo zitten van, stuur deze daarheen, dan krijg je 20 euro per maand, weet je wel, het is een idee. En dat was altijd heel wel een fotootje van een heel zielig jongetje bij zo'n onder het groeten en zo. Nou ja, het punt was wel, jouw oma liet die foto's zien, heel trots, want ze had op een kledingkast, had ze allemaal foto's hier staan van, het zag er gewoon uit als zo'n moestuintje wat we hier in Nederland hebben, waar je dan zo'n plaat over een paar houten planken hebt. Golfplaat. Ja. Helemaal trots met die vervallen geel beige kleuren op de muur. Oh, met zo'n bloemetjespatroon eroverheen, weet je wel. Dat was onze badkamer. Dat was onze badkamer. En dat ik bij mezelf dacht van, ja, misschien was het toch wel de oma van onze oma. Daadwerkelijk een oma, zeg maar. Niet Dimitri en Vladimir die samen zaten te tikken thuis. En ik dacht, ja, dat was voor jou oma. Dat was dat haar hemelplekje. En ik keek ernaar en ik dacht bij mezelf, Jezus. Voor mij is Expeditie Robinson waar we naar kijken, zeg maar. Dat ik denk... Zo'n heel leuk feitje over mijn oma, als je het toch over geld hebt. Elke keer, ik denk dat ze dat bij jou ooit trouwens een keer gaat doen. Mm-hmm. Elke keer als ze met een 2 euro muntje of zo komt. Ze gaat jou of chocola geven of geld of wat dan ook. Maar ze loopt naar je toe als een dealer. Ik maak geen grap. Dan gaat ze heel sneaky het gewoon ergens vandaan toveren. Pst, pst. En doet ze echt zo van, pst, kom hier. Je hand dicht. Ja. Houd het voor jezelf. Zodat bijvoorbeeld mijn moeder dan niet zit of wat dan ook. Maar dat ga jij sowieso nog meemaken. Dus bereid je ervoor. Oké. Onze oma had dat ook met chocola altijd. Ja. Maar dat is meer verloren op een gegeven moment. Wil je geen chocola? Kijk in het laadje. Ja, precies. Eindeloos toegestopt. En die vieze potten mayonaise. Je had dan een pot mayonaise staan, Vanessa. En dan was het zeg maar... De kleur onderin was wit. Mm-hmm. En naarmate je naar boven werd het steeds meer oranje. Tot je zeg maar zo'n korst tegenkwam van 2 jaar geleden die er nog stond. Oh, en dan was het, wil je een mayo bij je vriend? Niet die mayo, maar dankjewel. Laat maar, volgende keer. Ja, ik weet zeg maar, toen oma overleed, onze oma, dat we het huis hebben uitgeruid. Op een gegeven moment ook met z'n allen een spelletje gingen doen. Dus roep maar een jaartal. 2006! Zijn ze 2017 overleden. Ja. 2006, nee, het was 2004. Volgende product. Ja, volgende potje. Ja, weet je wel, alle houtpijn staat. Weet je, oma joh, die heeft echt... Die is 98 geworden met die leefstijl. Dus wat dat betreft, het werkt. Alleen, ik was toch wel benieuwd voor jou. Die foto's die jouw oma je liet zien. Ben je ook in zoiets opgegroeid, of niet? Nee. Toen ik 2 jaar was, zijn we naar de grotere stad gegaan. Mm-hmm.
Wat je eigenlijk ook een stad kan noemen. Want als je foto's daarvan ziet, denk je echt dat je in een gewoon heel arm wijkje ergens terecht bent gekomen. Maar we zijn wel een paar keer teruggegaan naar zulke dorpen waar het was. En je hebt wel echt een stenen huis gehad en zo. Ja, dat was dus wel echt... Oké. Ja. Was jij rijk in Roemenië dan met je familie? Nee. Gemiddeld? Ik heb heel vaak... Ja, gemiddeld. Oké. We hebben nog geluk gehad daarmee. We hebben best wel pittig vaak meegemaakt. Alle energie ging uit. Mm-hmm. Ja, wat ga je dan doen als je wilt douchen? Ja. Oké, mam, kom, twee pannetjes op het vuur. Ja, twee pannetjes op het vuur, warm water. Dan er komt toch koud water uit de kraan. Dat combineer je en dan met een kleine pan giet je het eigenlijk alweer heen. En zo ging je douchen. In het eerste huis van mijn oma, die ze jou liet zien... WC was natuurlijk buiten. Mm. Gewoon in zo'n hokje met een gat in de dingen. Dat was de toilet. Op het platteland. Wat wil je eten vanavond? Wil je die kip? Oké, prima. Hakbel er doorheen. Mm. Ik heb dat veel te vaak meegemaakt. Tot het op een gegeven moment gewoon normaal werd. Jouw moeder, of nee, jij vertelde me dat over die buurman van jou, Don... Don Stefan. Kijk, ja. Ja. Oh. Huh? Nee, de kaaklijn maar. Don Kaaklijn. Nee. Geef mijn woord terug. Nee, maar die Don die jouw kippetjes gaf om op te voeden, zodat hij ze kon slachten, dat jij ze opgegeten. Ja, wat? Ja, ja, mijn buurman, die had altijd een broederkip. Maar hoe heette die? Don Stefan. Don Stefan. Ja. Ja. Maar ik vroeg aan hem altijd, wanneer de kuikentjes kwamen, ik zei zo van, ja, ik wil ze eigenlijk wel... tot groot brengen, weet je wel. En mijn moeder ook zo... Ik hou van mijn moeder, maar ze is ook gestoord als het maar kan. Zij zegt zo van, oké, je mag 3 kuikens hebben in een doos, in het huis. Ja. Maar wanneer ze eruit gaan vliegen, want hè, als ze wat groter worden, laat kunnen ze eruit. Ja. Dan moeten ze terug. Afgesproken, dat was elke keer weer hetzelfde. Dat waren gewoon mijn huisdieren. Wow. De honden op straat, dat waren mijn huisdieren. Katten, noem maar op. Dus ja, en daarna gingen ze weer terug. En wanneer ze wat ouder werden, ja, toen was het soep. Alsof het de Kingsman was met die hondjes. Ja, precies. Een hondje, als geef je dan als opleiding 4 maanden. Laatst was je testen, moest je die hond afschieten. Als met jou met de kuikentjes. Heb je Kingsman nooit gezien? Nee. Dat is een ander onderwerp. Oh. Kingsman, oh, die moet je zien. Kingsman is echt heel goed, toch? Maar smaakt ze goed? Ja. Ja, lekkere kuikentjes. Ja. Godverdorie. Hoe klinkt het voor jou? Is zij communistisch opgevoed als je dit zo hoort? Niet communistisch, maar de nasleep van... Dit zegt toch gewoon iets over armoede? En de Zal je nog daarvan... één ding? Zal ik je wat vertellen? Wat los? Ik weet precies hoe ik een levende kip gewoon helemaal uit moet pulken om gewoon op het vuur te gooien. Nee joh. Kunnen we een keer doen op zich. Ja, leuk. Nee, dat is TOS. Dan moet je plukken. Nou, weet je, als je het hoofd eraf hakt, want hè, het gaat op zo'n houten ding, en dan gaan ze natuurlijk wel rondfladderen. En dan gaat al het bloed over hem heen. Dus ik wil even liever dat. Je kunt het gewoon buiten zien. Doen. Ja, maar dat zie je op stream. Dat is toch TOS? Ja, maar kan wel. Op stream, toch? Dat is gewoon natuur. Oké, maar dan heb ik wel verschillende dingen nodig. Jij mag het eraf hakken, want dat ga ik zeker niet. Hoezo niet? Hell nah! Jij bent toch een beetje die hier zegt, ik kan het wel? Ja, ik kan het wel. Ik weet precies wat het moet, maar ik ga het niet doen. Doe je mee, Ento, als we het gaan doen? Ik vind het een beetje eng, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar die kip, voor de duidelijkheid, die pluk je toch nadat zijn kop eraf is? Ja, tuurlijk. Ja, okay, ja. In warm water zet je het hele live. Dan ga je het één voor één gewoon eruit plukken. Ja, lekker weken. Daarna moet je het over het vuur zetten, zodat alle kleine veertjes die erin blijven eigenlijk gewoon afgebrand worden, zodat je dat natuurlijk niet meeneemt. Ja. Dus nou ja, in 2 haal je alles eruit. En ja, daarna blijf je nog met het vlees over. En alles eruit, organen en zo haal je dan eruit. Ja, okay. Een skelet en al die dingen. En daarna blijf je met de kip, de vlees eigenlijk. Spiertjes. Ik vind het gewoon fascinerend ook dat het voor jou dan niet echt als de nasleep van de grote... Want weet jij dat onze moeder daar vaak over sprak, over Ceausescu? Nee. Nee? Wel eens over gehoord. Volgens mij wat eens wat me daarover bijstaat was dat ze zo vreselijk zijn vermoord, of niet? Dat de hele familie toen... In de basisschool. Ja. Dat ze zo'n allebei uit het paleis zijn gehaald, in Boekarest. Ja, dat verhaal. En dat zijn die dictator met zijn vrouw. En die vrouw schijnt het grootste kutwijf of ooit geweest te zijn. Oh. Neer zijn gezet in een basisschool ergens.
De rechtspraak was diezelfde dag nog. Volgens mij ook rond kerstmis. Ja. En vervolgens dat drie burgers of vier burgers die daar zaten, waren ineens rechters. Die zeiden gewoon van, jullie gaan allebei dood. En dat die Ceausescu ook zei, ik kan die niet eens verweren. Wat is dit, jongens? Ja. He, stuur me naar Den Haag toe of zo. Nee, ga allebei maar dood. Ga maar naar buiten. Wow. Er stond een peloton klaar. Is live op tv, overal uitgezonden. Ook Roemenië sowieso. Wist je dat ook niet? Ja, nee, ik wist het echt niet. Want dat heeft onze moeder vaak gezegd tegen ons, hoe erg ze dat vond. Ik heb het nooit met mijn moeder te zien. Nee, ik heb zelfs met je moeder erover gehad. En over je, dit? Over dit, ja, jij met je mama. En toen kwam je aangerend. Pardo, kom terug naar de stream, we zijn live. Toen ik midden in emotionele anekdote van haar mama zat. Oh. Die, ja, Pardo! En toen heb ik echt de hele avond kritiek gehad van, nee, dat ga je niet meer weer doen. Ik dacht van zo, want die zei ook van, ja, kijk, het punt was voor die Ceausescu, de dictator van Roemenië, die het land communistisch hield en het geld aan zijn vriendjes gaf en blablabla. Bla, bla. Dat was niet eens per se een bijzonder slechte man. Het was al slechte man. Maar ja, zijn vrouw was heel kut. En de mensen daaromheen. En je moeder sprak niet heel geweldig Nederlands. Ik vroeg ministers en een soort halve ja. Dus ik denk dat de ministers en zijn vrouw, die hebben hem opgefokt om erge dingen te doen. Ja. Terwijl hij in het midden denkt, het zal wel goed gaan, ja, zeg maar. Terwijl hij, ja, niet dat hij een geweldige vent is, don't get me wrong. Maar ja, hij is onmenselijk vermoord. En onze moeder had er problemen mee dat het een dictatoriale klootzak was. Ja. Waarbij het gevoel had van, ja, geen mens verdient zo'n einde. Maar goed dat deze lul weg is. Ja. Waardoor je een soort aan het wikken en aan het wegen bent. En helemaal midden jaren 90, Zuid-Afrika, Nelson Mandela, Roemenië met Ceausescu, Joegoslavië wat in elkaar flikkert, de Sovjet-Unie. Dat is echt wel een periode geweest, ook voor jouw moeder om erin te zitten, ja, hè? Welk jaar was dat ze vermoord werden, weet je dat zo? Oeh, Ceausescu. Ik zou zeggen 495. 495 zelfs? Ja, ja, ja. Oh. Wij Nederlanders zijn verantwoordelijk voor het bloedbad bij Srebrenica. Ik weet niet of je dat nog wat zegt. In Joegoslavië? Servië, geloof ik. Met alle, alle islamitische inwoners die wouden vluchten. Dat wij namens de VN, de blauwhoede, moesten wij erop gaan passen. En vervolgens zijn ze allemaal afgeslacht omdat wij ons werk niet met Karamans was dat. Ja, sorry chat, ik hou op. Ik zit hier echt trivia te spuwen, maar... Zijsprongetje. Ja, ja, weet je ook wel, even tussen was toch een zijspoor doe. Kom ik zo bij de laatste vragen uit. Jij kon dictatoriaal niet uit je mond krijgen. Nee. Een restaurant uit Thailand, hoe noem je dat? Een restaurant uit Thailand? Ja, gewoon... Een Thais restaurant. Ja. Toch, Duitsland? Duits restaurant. En uit Venezuela? Venezuelaans restaurant. Ja, Venezuelaans? Zou ik denken. Nee. Nou, vertel. Venezolaans. Venezolaans? Venezolaans. Venezuelees? Nee, het is Venezolaans. Venezuelees? Venezoeloes. Venezolaans. 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 Oh. Nee. Is dat echt zo? Neem je in de zaak of zo? Nee, het is echt zo. Ja, nee, ik zit ook... hoe zeg je... Je spreekt Spaans, toch? Mm-hmm. Hoe zeg je in het Spaans Venezuela? Venezuela. Oké, en Venezuela. Ja, je ziet het. Een restaurant in Venezuela, in het Spaans? Un restaurante venezolano. Oké. Okay. Venezolano. Venezolano. Zon, Solano? Nee. Solano. Ja? Okay. Ja. Venezolano. Ja. Misschien komt het daar vandaan. Ja, dat doe ik. Ik zag gisteren een sketch erover. Dat ik ook bij mezelf dacht. Ja. Venezuelees, Venezuelaans, Venezueloos. Venu. Ja, wat is het nou? Hoe meer je erover nadenkt, hoe minder zeker je het weet. Venezuelees. Heb je wel eens gegeten? Je zei uiteindelijk, ik ga wel naar de Braziliaan. Hup, ja. Ik wel. Ja? Lekker. Heerlijk. Ja, is dat te doen? Ja. Wat ik in China heb gegeten, raar. Maar in China heb ik Braziliaans gegeten. Braziliaanse barbecue. Ken je dat? Nee. Dat is tof, man. Dan heb je gewoon je zit gewoon in een restaurant. Mm-hmm. Je hebt vlees. En dan komen ze langs met een spit. En dan snijden ze gewoon stukjes vlees voor je af. En dat komt dan op je bord en dan lopen ze weer door. Heerlijk vlees. Okay. Top, man. Is leuk. Is leuk om te doen. Dan kun je dat lekker smikkelen. Ja, heerlijk. Hoe is dat dan? Want hier in Nederland is de Chinees geen Chinees natuurlijk. Nee, dat is verre van de Chinese eten wat ik daar gegeten. Is daar een Braziliaan wel een Braziliaan? Althans, qua eten, niet qua mens. Voor de duidelijk orde. Ik heb nooit in Brazilië gegeten, dus ik weet het niet zeker. Maar Duits of Brits, dat ken je wel. Duits wel. Ze hebben daar een hotelketen heet Kapinski. En in het Kapinski hadden ze een Duits restaurant, een Duits theme restaurant. Mm-hmm. Ah, het is een soort van, hoe zeg je dat? Wish, Duits wish restaurant. Mm-hmm. Je bestelt de dingen. Je denkt van ja, het lijkt wel op Duits eten, maar het komt niet helemaal overeen. Braadworst hebben ze zo, kipcurry. Ja, allemaal, ja. Kipcurry is dan niet echt Duits, sorry ervoor, maar curryworst. Dat soort dingen heb je allemaal, ja. Ze zijn wel afgeleiden daarvan, maar het is niet... Niet zoals hier. Zouden ze zo'n Chinees kunnen genieten van de Chinezen hier in Nederland? Jazeker. Well, de meeste Chinese restaurants die hebben ook wel echt Chinese gerechten op de menukaart. Maar bijna niemand
van Nederlandse afkomst ziet, die ze echt bestelt. En vaak zijn ze hier in de, bij Deventer in de Chinees, hebben ze ze ook. Maar dan bestel je echt dat gerecht op zich en dat ga je dan eten. Ja, dus het bestaat wel, maar het is compleet anders. Het eten wat wij hier vooral veel bestellen bij de Chinees, komt uit meer Vietnam en Indonesië. Dat is eigenlijk... Verkopen, dat is eigenlijk gewoon een racistische oude term. Te zeggen, Azië is allemaal Chinees, dus Vietnam en die... Wat ik even interessant vind, ik ga jou een vraag stellen, want tussen mag Nos nagaan denken over de volgende vraag die ik jou daarna ga stellen. Want je weet, Nos, jij we sms hier allemaal. En in China hebben ze natuurlijk andere tekens. Toch? Oh, ja. Dus ondertussen, terwijl ik Jet al een vraag stel, mag jij gaan nadenken, hoe appen Chinezen met elkaar? Want je kan niet dit doen. En ze hebben daar 300.000 tekens voor alles om te versturen. Dus hoe appt de Chinees? Hoe bedoel je nee? Voor mij, Christine, Moe, zij is Bulgaars. Dat zijn ook allerlei verschillende tekens. Ja, dus dan, maar zij heeft ook haar eigen toetsenbord, zeg maar. Dus dan... Maar die Bulgaren... Voor mij tenminste. Bulgaren, die hebben gewoon een grote alfabet, toch? Je hebt gewoon toetsen erbij. Dat is wel een aansluiting. Die gaat de AEE, zoals dat zeg je, van de Scandinavië. Ze hebben het heel anders. Net zoals Rusland eigenlijk. Ja, maar die zijn wel allemaal alfabetische tekens. Hun hebben daar een heel woord wat één teken is. Oh, shit. Toch? Dat is de Chinezen. Één woord. Dus dat is één woord, dat is één woord, dat is één woord. Ik laat ze nu Chinese tekens zien op mijn telefoon. Ja, voor de mensen die begrijpen. Ja. Er worden nu... fuck it. Want je hebt ook geen idee hoe het Chinees... Dat is de titel van het boek. Die staat hier achter me ergens. Hoe sms de Chinees? En die heb ik heel vaak aan jou gevraagd. Ik vind het nog steeds fascinerend. Ik heb geen idee. Jij wilt het antwoord weten? Ja. Hiervoor je kan je het antwoord nu vragen gewoon. Je hebt het, ik kan het geven. Ja, maar gaan jullie maar eerst met de eerste vraag. Even onderzoek. Sociale punten. Is dat waar? Op onderzoek. Ja. Sociale punten. Is dat waar in China of niet? Maar ik zit niet... Nee, ik heb er helemaal niks van meegemaakt. Ik heb wel over gehoord. Ik zag het net ook in de chat. Een vraag over dat gedeelte. Wat ik heb gehoord is dat ze in het zuiden van China... Het gedeelte genaamd Shenzhen... Dat ze daar dan wel mee zijn begonnen. En dat het een relatie heeft op jouw financiële koopkracht. Oftewel, dat is eigenlijk waar het vandaan komt uit het financieel systeem. Dus dat ze kijken naar jouw kredietscore enzovoort. En dan zeggen van, nou, deze leningen mag je wel of mag je niet nemen. En later zijn ze dat uit gaan breiden steeds meer naar dingen als van... hoe vaak heb je te hard gereden? Enzovoort. En dat ook gewoon een loopje door rood. Dat is ook bijvoorbeeld, wel. Maar dan de sociale kredietscore, dat is daadwerkelijk een ding in bepaalde gebieden van China. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik weet dat het bestaat. Dus ik heb erover gelezen. Wat voor impact heeft die score? Is er daadwerkelijk een impact? Als in, je begint met 500 punten. Ja. Je hebt veel overtredingen gedaan. Het lastige is, 100 over, je mag de supermarkt Je vraagt nu aan mij alsof ik het zelf heb meegemaakt, iets van weet. Ik weet niks meer dan wat ik heb gelezen op internet. Dus ik kan hier niks voor over zeggen. Speelt dit meer bij de westerse mensen dan bij de Chinezen? Want als ik in China zou wonen en ik hoor dit, ik word wild. Het speelt absoluut een rol in China. Ja. Een grote rol of hoe moet ik het zien in China? Het is controversieel en ik denk dat... Ik kan het niet vinden. Ik kan me voorstellen dat veel mensen het niet geheel mee eens zijn. Maar mag je het is wel dubbel. Maar die discussie mag je China wel voeren. Dus je mag wel in China zeggen, ik ben het niet eens met het beleid wat Xi Jinping hier aan het doorvoeren is. Want voor mijn gevoel, zegt Xi Jinping, oh, je trekt je bek open. Ga jij maar even bij de Oeigoeren zitten voor een paar maanden. Weet je, dat heel hard... Welke goede Oeigoeren? Wat gebeurt er? Ja, daar weet ze niks van. Dat zal hij nooit hard zeggen. Verdomme, terug, ja. Ja, stel je woorden weer terug inslikken. Ja. Maar dat is mijn gevoel, dat als je je mond één keer opentrekt daar, dat je gewoon, nou ja... Je zou stom zijn om te zeggen, ik ben niet eens met de sociale creditscore, wat dan? Nou, dan ben je zelf in ieder geval van de kaart weg. Het ligt aan hoe gevoelig dat onderwerp op dat moment is voor in de maatschappij. Ze hebben natuurlijk ook gewoon verandering die wordt toegepast. En zoiets als kredietscore in het beginsel, in de beginselvorming, is daar ruimte voor discussie. Kunnen mensen met elkaar praten enzovoort. Ja. Over het algemeen is een tafelgesprek zoals wij het nu hebben, is altijd open. Ja. Het wordt vaak pas een probleem wanneer jij dingen gaat organiseren om dat tegen te gaan. Of als jij je digitaal daarvoor uitlaat. Ja. Als jij op Twitter de dingen bekend maakt en dan daarover gaat praten. Dan kan het dat je wordt uitgenodigd voor een kopje thee. En een kopje thee, dat is een van joh. Van Edward Snowden was China nooit... De Chinezen vonden hem wel, zeg maar dan. Nou ja, dat is niet eens zo. Je wordt gewoon lekker uitgenodigd bij oma Gent. Oma Gent die laat je die dingen zien. Die vraagt, wat vind je hiervan? En wat denk je dat invloed is op ons gebied? We hebben een levensmaatschappij. We hebben hier vrede, we hebben rust.
De overheid die zorgt daarvoor. Mm-hmm. Zorgt dat iedereen hier een kans heeft op een op voedsel. Dan kunnen je ouders je wel vertellen hoe dat vroeger was. En dat was anders. En ik wil niet dat je roet in eten gooit. Als je nog één keer hiermee verder gaat, dan gaan we actie tegen je ondernemen. En daar wordt het bij gelaten. Nee. Zo gaat vaak zo'n gesprek. Ligt eraan, als je heel extreem bent, dan heb je inderdaad je een paar dagen vast komt te zitten. En dan ben je meermalig maar eigenlijk, overtreden. Als ik je beluister, jij weet gewoon net zoveel vanaf als wat wij hier weten. Over het puntsysteem wel, daar weet ik niks vanaf. Daar heb ik ook niks van meegemaakt. Het zou voor mij dus een reden zijn, niet om je te overtuigen nu, om niet meer naar China te gaan. Voor het puntsysteem? Ja. Want? Als ik in een land ga wonen, helemaal aan de andere kant van de wereld. Ja. Ik vind het nogal wat enger hebben hoor, dat je dan, zou jij dat willen? Dat jij in China gaat wonen en dat ze daar je punten bij gaan houden om te kijken van... Hey, Nos, je hebt nu door rood gelopen, je had je make-up niet vandaag mooi. Oh, maar je hebt wel een omaatje oversteken. Kijk, ik begrijp waar je vandaan komt. Ja. Wat vind jij, Nos? Ja, is jou. Zou je dat durven aan de andere kant van de wereld, China, om dan, zoals Jentel zegt, die heeft zijn passie, voor een passie, maakt niet uit wat. Ik zou het durven, maar ik zou het niet heel prettig vinden, nee. Zou je er liever een land verderop willen gaan als Korea, waarbij je er iets vrijer kan lopen? Ja, ik denk het wel. Want jij zei, ik snap waar je vandaan komt, maar... Ja, er is natuurlijk wel een groot verschil. Want ik ga daar wonen als gastarbeider, om het heel netjes te zeggen, een expat. Maar ik ben geen Chinees als ik daar woon. En daar ben ik me heel bewust van. En dat wordt me ook wel heel bewust, daar word ik ook heel bewust van gemaakt. Mm-hmm. Dat betekent dat als ik daar woon, dat ik niet onder dezelfde regels leef als de gemiddelde Chinees daar. En daar ook niet aan hoef te houden. Mm-hmm. In mijn nadeel en in mijn voordeel. Dus om een nadeel te geven. Als ik in een gevecht kom in China, in een bar. Omdat een jongen langskomt en die grijpt een meisje bij de tieten en die stopt een vinger in de kut. Mm-hmm. En ik zeg, hou er eens mee op. Hij slaat me op mijn bek. Ik zeg, jongen, hou nou op. Iemand steekt me een mes in de rippen. Mm-hmm. En ik sla iemand anders een gebroken neus. Gaat het naar het gerecht, ga ik levenslang de bak in. Ongeacht. Ik ben een tweede rangs burger. Ik heb daar niks over te zeggen. Klaar. Ook al was het wat ik zei, helemaal zelfverdediging had. Ik heb al mes in mijn ribben en dan komt iemand met een pistool aan. Doe ik het niet, ben ik dood. Mm-hmm. Ik ben gewoon strafbaar. Je bent daar gewoon vanuit gerecht gezien een tweede rangs burger. Okay. Schiet niet op. Tegenovergestelde, aan het eind van mijn periode in China, dat is ook de reden waarom ik terug ben gekomen in Nederland, was corona. Mm-hmm. In het gebouw waar ik zat, in China heb je eigenlijk alleen maar flatgebouwen. Er waren dan 3 flatgebouwen met 1 centrale ingang en uitgang waar de auto's naar binnen konden en mensen konden lopen. Er zaten altijd beveiligers om de thuislozen en andere gekjes buiten te houden. Die werden nu omgedraaid. Die werden nu gebruikt om iedereen binnen te houden. Je mocht je huis niet uit. 1 keer in 3 dagen mocht er per woning 1 iemand naar buiten gaan om boodschappen te gaan doen. Mm-hmm. Ging je naar buiten, moest je een QR-code scannen. Zat gekoppeld aan je paspoort. Stap je opbaar voer in, wat voor iets, weer een QR-code scannen. Dan ging je naar de supermarkt, weer een QR-code scannen. Zo konden ze precies volgen waar je was geweest. Was er ergens op die route iemand geweest die ooit corona heeft gehad? Of binnen een bepaalde tijd? Werd je weer in lockdown gezet? Kwam er niemand in je appartementencomplex dingen uit? Ik heb geen Chinees paspoort. Software werkt niet voor mij. Dus ik kon gewoon gaan en staan wanneer en waar ik wou. Oké, ben je niet geschrokken dan? Want jij bent... Ten tijde van de corona, ik weet niet dat het uitbrak. Hè? Toen dachten we allemaal, Chinees dingetje. Ja. Dat jij gevlucht was uit China. Gevlucht. Ja. Naar hier het westen toen. Dat hier nog niet zoveel corona was. Klopt. Je spullen achtergelaten. Je dacht, ik kreeg een paar maanden naar hier Nederland toe. Vakantie. Precies, en vakantie. Nou, en nu zijn we 2-3 jaar verder. 3 jaar zelfs. Ja. En je bent hier nog steeds. Ben je niet geschrokken van hoe China tekeer is gegaan? En waar was je liever in China gebleven? Met terugwerkende kracht of niet? Voor de corona, zeg maar, met die kaart, ik weet niet of je die kaart nog bij de hand hebt. Ja, die is ergens verdwenen. Ik woonde in de provincie naast Wuhan, waar het was uitgebroken, Gunnan. Dus het was echt gewoon een dagje rijden om bij mij in Wuhan te komen. In de stad waar ik zat, waren overal China ontzettend extreme maatregelen. Maar er waren bijna geen coronacases. In de stad waar ik zat, 3,5 miljoen man. Waren in de hele periode, dat ik wegging, 3-4 maanden heb ik in de corona-periode gezeten. Toen begon het daar weer af te windelen. Zijn er 135 cases geweest. 3,5 miljoen man. That's it, 135. Damn. Meer is het niet geweest. Dus wat mijn ervaring is, tenminste dat is wat over mij verteld. Dat kun je ook precies. Ja. Dat was uiteindelijk, naar mijn weten was er ook een klokkenluider nodig uit China. Die dokter die toen zei van jongens, het is veel erger, dus de overheid liegt. Dat was in de provincie zelf van Gunnan en Wuhan. Daar zat die dokter en dat is weer een heel apart verhaal. Ja, die is later ook dood gegaan op een hele rare manier. Ja, en, hoe zit dit allemaal? Zie je, het was niet China die het duidelijk maakte hoe erg het uiteindelijk werd. Het was het Westen.
Oké. Okay. Ik wil geen Thierry Baudet-discussies voeren nu in de chat over hoe erg het corona wel of niet was. Ja. Of het een Soros-plan van World Health Organization. Dat is Lange Frans uit mijn chat. Ik ben er klaar mee. Jensen. Ja, even opbokken nu. Of geloof jij erin? Is het een soort plan geweest, corona? Ja. Ja? Ja. Een plan? Ja, dat mag. Ben je gevaccineerd? Nee. Nee? Ben jij gevaccineerd? Ja. Ik heb 1 vaccinatie gehad. Janssen? Dat was toen nog een ding. Ik weet niet. Nee, ik heb die andere gehad. Pfizer. Kruiser. Okay. Ja. Dat was toch, eerst dan corona in Nederland. Ik moest uit China, of ik wou uit China weg. Ik wou gewoon op vakantie, want ik kon toch mijn werk niet verrichten. En ik zou mijn salaris verliezen. En ik zat toen ook op een hele, professioneel was het op rare, misschien moet ik het ander wel hebben over dat professionele gedeelte. Maar ik ben toen weggegaan om op vakantie te gaan, 2-3 maanden weer terug te komen. En om China uit te komen, dat was nogal gedoe, want overal met corona-checks enzovoort. Ik ben toen eigenlijk van China naar Thailand gevlucht. Daar waren nog wel vluchten, de rest was allemaal geblokkeerd. En van Thailand ben ik naar Nederland gegaan. Ja. En overal maskertje op, een vliegtuig enzovoort. Ik kom in Nederland aan, ik doe een paspoortcontrole en vrij man. Niks aan de hand. Ja. Terwijl ik dan uit de grootste coronazone kwam van wat voor iets. En met Ma toen de tijd, die was nog heel zwak van de gezondheid. Dus die maakt zich ontzettend veel zorgen. Want als zij corona zou krijgen, zou het gewoon nokkie zijn, einde verhaal. Dus die heeft nog met RIVM contact gehad. Die hebben met de huisarts hier gebeld. Met nog een huisartsinstituut Overijssel hebben ze contact gehad om daarna te vragen. En allemaal zeggen ze van, ja, we hebben wel een advies, maar er is niks wat je moet doen. Want toen was het nog gewoon onbekend. Er werd een beetje zo gedaan tegen de corona en hoe dat ging. Gelukkig had ik geen corona en er is niks gebeurd. Maar stel dat ik corona had gehad, was ik hier gewoon rustig in Nederland binnengekomen. Had ik een verspreiding kunnen doen. Ja. Even je bijdrage voor de pandemie kunnen Precies. leveren. Ja. Ja, bizar is dat nog. Ja, want ik weet dat jij inderdaad, dat was toen op het nieuws, december 2019, dat het naar buiten kwam, januari dat wat ernstiger werd. Toen ben jij ook gaan reizen. Ik zat toen bij David RV. En dat op een gegeven moment de World War Z gevoel kreeg je ervan. Ja. Weet je wel? Alsof jij in een treintje door afgesloten steden ging. Alles in lockdown. En wij keken hier vanaf het westen mee naar China. Weet je, wat de fuck gebeurt er allemaal? Ja. En dat je denkt, ja, het zal hier niet komen. Oh, een maand later is het hier. Jij zit hier opgesloten. Ja. Heb je spijt dat je hier nu bent? Of, want jou, jij, voor jou weten los. Hij heeft dus gewoon echt zijn appartement achtergelaten. Hè? Al zijn spullen staan nu nog steeds in China. Drie koffers. Dat was het. En ik had een appartement daar, supermooi. Ik had gewoon mijn hele leven voor elkaar. En eigenlijk nou, ga ik toch een professionele gedeelte in. Ik heb altijd gewerkt voor een buitenschoolse Engelse. Engelse les gaven ze. En ze deden basketbal erbij. De basketbal ging op een gegeven moment zo goed dat ze gingen uitbreiden naar andere steden. Mm-hmm. Dat was het moment dat ik terug naar Nederland ging. En toen hebben ze mijn, hoe zeg je dat? De processen die ik in het werk had gezet. Die hebben ze eigenlijk verlogend, zijn soepeler gaan maken. Waardoor de kwaliteit ontzettend naar beneden ging. En op een gegeven moment moesten ze weer inkrimpen. En uiteindelijk zijn ze zo ver ingekomen dat eigenlijk alleen het basketbalschool die ik had, die was nog over. En ze wouden publiek gaan, de beurs op, als een Engelse school. En toen wouden ze het basketbalgedeelte afscheiden. Toen zou ik dat Engelse, of de basketbalgedeelte zou ik overnemen, mijn eigen bedrijf van maken. En daarnaast zou ik part-time Engels les gaan geven. Dat was mijn idee om te gaan doen in China. Dus ik was net in de overgang van mijn visum naar een ander werkcontract. En toen kwam dus dat hele corona gedeelte. En ik dacht van ja, als ik nu toch niks kan en ik heb geen inkomen, want ik heb nu mijn eigen tent, dan ga ik wel even vakantie in Nederland, dan kom ik weer terug. Maar ja, het lullige was dus, mijn appartement, alles heb ik achtergelaten. Ik had 1 klein koffertje mee naar Nederland. Ik ging hier op reis met een kameraad. We waren in Oostenrijk. Oostenrijk. We gingen naar Hongarije toe. En op de grens werden we tegengehouden en werden we naar huis gestuurd. Van ja, het is corona, je komt er gewoon niet meer in. Je bent een reisgevaar. Terug naar Nederland. Mijn kameraad is toen diezelfde dag, of nee, 2 dagen daarna is hij teruggegaan naar China. Mm-hmm. Ik ben gaan kijken voor een nieuw visum, wat ik toen wel afronde. Ik kwam er niet meer in, was einde verhaal. Ja, dus mijn hele hebben en houden, alles stond daar nog. Nou, gelukkig had ik hele goede vrienden en ik had een sleutel achtergelaten. Daar heb ik er ook nog geluk mee gehad. Want een van mijn kameraden zei van, joh, gaat er iets mis, geef mij nou gewoon een sleutel. Ik zei, er gaat niks mis, ik kom over 2 maanden terug. Toen ben ik op de ochtend dat ik naar het vliegtuig toe ging, heb ik met mijn taxi nog een omleiding gemaakt om toch bij hem nog maar sleutel in de bus te flikkeren. Ja. Over intuïtie gesproken. Ja, precies. Dus om toch maar een sleutel in de bus te flikkeren. Nou, die jongens hebben dus mijn spullen, zijn ze met een camera bij mij door het huis gegaan. Hebben gepakt wat ik wil houden. En dat is het wat daar nog staat. Ligt er niks gênants tussen? Nou, ze waren een vibrator tegengekomen en wat condooms, maar voor de rest niet. Nee, ik kan weer denken dat je bent niet voorbereid op pad gegaan, toch? Nee, zeker dus misschien, niet. Misschien is daar de harde schijf waarvan je zegt, ja kut, er staan nog foto's op met de oude maar, scharrel. Of, wil jij dan daar nog terug? Ik wou, ik vind het heel moeilijk, ik wil sowieso nog een keer terug naar China.
Gewoon om het afsluiting voor mezelf te kunnen geven. En om die spullen op te halen. Want bar zijn het voor de grap een harde schijf en naaktfoto's. Maar ik heb serieus, wat ik deed met telefoons is, ik verzamelde gewoon een jaar lang data. En dan die data die zet ik om harde schijf. En dan kan ik weer verder met mijn telefoon. Dus al die foto's die heb ik gemaakt van mijn vakanties enzovoort. Die staan allemaal daar op harde schijf. Van mijn vrienden, van uitjes, van verjaardagen enzovoort. Kunnen die vrienden die jou de sleutel zeg maar hebben... Die hebben mijn spullen, die koffer. Hier naartoe sturen? Nee. Dat is dus lastige, want je mag geen digitale data uit China versturen naar het buitenland. Dus stel dat ik mijn koffer laat versturen, dus ze komen erachter dat er zelfs een USB-stick of een harde schijf nog erger in zit, dan wordt die gestopt, wordt het in beslag genomen en dan ben je het gewoon kwijt. Oh shit. En dat risico wil ik niet nemen. Nee, dat snap ik. En daarnaast was het toen de tijd, nu zal het wel iets minder zijn, maar vanwege de coronatijd wou iedereen en zijn moeder wel iets sturen uit China, namelijk mondkapjes. Dus het was vreselijk duur. Het was echt vreselijk duur om het überhaupt te versturen. Ja. Dus dat was vrij rot. Holy shit. Zou jij als je hem was naar China gaan om het op te halen dan? Sorry? Zou jij als je hem was naar China gaan dan om het op te halen? Ja, tuurlijk. Ja, dat kan nu pas weer, toch? Dat, het gaat nu weer open, ook voor toerisme. Ja. Het was al een tijdje dat de familie alweer kon reizen. Of mensen met business, maar dan gaat het over, niet over de business die ik had, maar over tonnen en tonnen dat je meer werkt, dan kon je wel dingen regelen. Maar toerisme lijkt nu ook weer open te gaan. Maar ja, dat is weer ook de andere kant van het verhaal. Want hoe ik mijn herinnering heb aan China, de vriendennetwerken die ik toen had en de staat waarin het toen was, dat is compleet veranderd. Het is allemaal anders. Mensen die ik van toen ken, zie ik nog wel eens dingen voorbij komen. Die zitten overal weer terug in Europa, Zuid-Amerika, Afrika. Het is allemaal weg. Dus ja, dit daarvoor hoef ik ook niet meer terug. Ja, oké. Er zijn wel een paar vrienden die... Ben je uit je D&D-groepje gegooid? Die D&D-groep is stopgezet. Ik ben er niet uitgegooid. Nee joh, de groep is gewoon gestopt. Dus, ja, tuurlijk. We hebben nog een paar keer gespeeld op afstand. Maar dat was zo vervelend, dat was niet te doen. Daar zijn we mee, ja. 2020 is dat stopgelopen. Als jij een land mocht kiezen waar jij zou leven zoals Jentel heeft geleefd, welk land zou jij kiezen? Spanje. Echt waar, zo dichtbij? Spanje. Zo saai? Spanje. Wauw, verbaas me. Ja. Nee, ik zou gaan... sowieso andere kant van de wereld. Dat snap ik wel. Spanje is veel te saai. Dan zou ik wel echt voor iets goeds gaan. Iets China vind ik weer wat te enger. Ik denk met alle dingen die we net bespraken. Mijn eerste instantie, mijn eerste ingeving is gewoon... Japan. Nee, Japan ook vind ik. Dat is ook dus minder enger, maar het is zo vreemd. En ik heb gewoon een afkeur voor die mensen die er graag heen gaan, weet je wel. Dat ik er... Ja, ik Australië schoot even door mijn hoofd, Zuid-Afrika, Brazilië, maar dan heb je die Vaelja's. Brazilië was de eerste die me opkwam. Brazilië. I know, dat wordt nog gevaarlijker met Bolsonaro. Waar ze eigenlijk kinderen ontvoeren, vrouwen ontvoeren en daadwerkelijk jou op straat gewoon met een geweer tegen je hoofd kunnen zeggen. Ik zei toch, minder saai dan Spanje. Oh mijn god. Spanje vind ik dan dat ik zeg, ja, dan kan je gewoon net zo goed Duitsland kiezen. Dan ben je even hetzelfde idee. Maar, voor een paar jaar leven. Nee, kan je net zo goed naar Mexico. Maar je, dat vind ik of Colombia. Kan je de nieuwe Narcos zijn? Die zou ik oprecht wel doop vinden. Mexico vind ik een hele sterke. Maar in Zuid-Afrika een goede beslissing nu? Als blanke man? Boer? Lul. Ik weet het niet hoor. De boer, ja, nee, dat moet je niet willen. Dat is die Nederlandse cultuur die je daar niet heen wil brengen, denk ik inderdaad. Oh, nee, bedankt. Ik zou jouw eerste keuze met Australië, dat vind ik wel een goede. Zeg, alleen de fucking spinnen. Ja, spinnen, ongedierte. Ja. Ik weet niet, dus Australië is ook wat dat betreft wel de andere kant van de wereld, maar ook weer wat saai. Nieuw-Zeeland dan. Dat is een mooie. Andere kant van de wereld, maar ook weer wat saai. Toch? Ik hoor nooit mensen... Ja, ik hoor wel soms, maar iedereen gaat één keer naar Nieuw-Zeeland. Je gaat niet 20 keer naar Nieuw-Zeeland. Laat staan wat jij hebt gedaan 3-4 jaar lang leven in Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, ja. Dat zou ik liever dan toch. Ja, ja, Brazilië, I don't know. Ik zou het wel leuk vinden. Als ik een aanbod zou krijgen om het buitenland te werken weer, zou ik het zo pakken. Echt ja, wel. Welk land zou je eerste keuze zijn buiten China? Maakt me niet uit. Oh, mijn eerste keuze? Buiten China. Buiten China. Ja, ik zal je... Kijk, de voorwaarden die ik had in China, die waren ontzettend gunstig en ontzettend leuk. Dat ik eerder al een beetje zei van nou, de nadelen is dat je tweedangs burger bent. Ja. Maar je krijgt wel een heel mooi salaris voor Chinese standaarden. En dat biedt je ontzettend veel vrijheid. En ik weet niet of ik die vrijheid mee mag nemen van jou of niet. Ja. Wel? Ja, ja, zo mee mag je meenemen dan. Oké, ja, dan zou ik naar Japan gaan. Ja, Japan? Ja, en ik weet, dan vroeg ik het ook. Want als in Japan is de salaris dat je krijgt als buitenlander. Dan ligt eraan op je competentie in het werkgebied waar je zit. Maar dat is gemiddeld gezien niet veel hogere levensstandaard als de rest, als de normen in Japan. In China is dat wel zo als buitenlander daar.
Dus dan, maar als je daar in Japan, dat zou ik echt wel, holy shit, dat vond ik leuk om daar te zijn. Ja? Singapore, ja. Dan. Ja, is jij toch geweest? Ik heb nog voor jou dat draakje hier staan van Singapore. Ja, ja. Was jouw vriendinnetje uit Singapore? Ja, die studeerde daar, kankerbiologie, PhD. Ja, ik kan ook wel biologie doen. Ik weet niet of dat je dat in rechts zo moet kankerbiologie, doen. Kankerbiologie. Ja, ik stel het met je. Die vond het een verschrikkelijke studie. Nee, luister nou. Het was kankerbiologie. Nu even terug naar de vraag. Los, hoe sms de Chinees? Ik weet het echt niet. Ik heb hem niet kunnen vinden. Jettel, hoe sms de Chinees? Pinyin. Oftewel, een Chinees teken vertegenwoordigt een woord. Een woord kun je in Latijnse vertegenwoordiging geven. Dat kun je intypen op je telefoon. En dan krijg je erboven een suggestie voor het karakter. Dus ik kan het hier laten zien. Ik weet niet, de chat ziet het niet. Misschien ook wel. Even zien. Ik dacht, misschien spreek je het in, weet je wel. En dan doet de zou het goede zijn. Robot het voor je. Dat je het gewoon inspreekt en dat hij dan alles doorzet. Ja, dat was mijn eerste gedachte gewoon. Maar dan dacht ik van, zo simpel kan dat niet zijn. Dus ik heb hier, zeg maar, even zien of ik iets kan doen. Het Chinese alfabet aanzetten. Dan zeg ik R, E... En dan, waar is de N? Zie je de N? Wil je de N van mijn intuïtie? Ja. Juist. En dat is dan R1, Ren. Ren, dat is mens. Mm-hmm. En ik weet, mens is dit karakter. Dus dan is het deze. Human being. Dus op die manier typ je dan je Pinyin. Het lastige is... Maar even, hebben alle mensen uit Azië, die kennen dus het westerse alfabet om iets in te kunnen tikken? In China, ik weet niet, in Azië. In China wel, ja. Oké, in China... Ik vermoed in Korea, denk ik ook. In Japan. Dus daar is het standaard om het Latijnse alfabet om Mandarijn te leren via de westerse letters. Juist, ja. Dus ons alfabet gebruik je, dus wat jij zegt REN, R-E-N, lijkt op mens, hoe je dat uitspreekt? Nou, dat is het lastige van het Pinyin gedeelte, is dat... wat ik net intypte, R-E, waar zit die N? Hier. Ja. Ik heb hem niet aangeklikt. Hij pakt hem niet, zie je? Nou, de tonatie van de uitspraak verandert de betekenis van het woord. Oké. Okay. Dus het woordje bijvoorbeeld ma, dat is een van de beruchte, dan kun je mee moeder zeggen, maar ook paard. Afhankelijk van de intonatie. Intonatie weet ik zo niet in mijn hoofd. Dus als je ma intypt, krijg je niet alleen het teken voor moeder, maar ook voor paard. Dus daarom heb je dus nog die extra stap nodig dat je je teken selecteert. Duidelijk. Ook wel fucked up, zeg, hoe moeilijk het is zo... Als je een gehele zin wil typen, hoe doe je dat? Je typt gewoon eigenlijk... Letterlijk woord voor woord en dan zoek je teken erbij. Ja, woord, teken. Maar vaak zijn en hoe lezen mensen dat dan? Gewoon, ze weten al... Tekens. De Chinese tekens kennen ze. Dus die lees je en dan denk je van, oh ja, dat betekent dit is en zo. Okay. Maar er zijn ook oudere mensen die dus zijn opgegroeid zonder het Latijnse alfabet. En die hebben gewoon letterlijk een... die krijgen in plaats van een QWERTY-toetsenbordje... heb je gewoon een tekstvak. En dan kun je dan gaan... waar zit die? Tekenen, zeker. Juist. Letterlijk gaan tekenen. Dus dan doe ik dit. En dan krijg ik hier mijn suggesties. Nou, deze is het. En dan weet ik van, nou... Mens. Ja. Wat lachen. Ja, dus dat is hoe zij... Ik vond het een hele grappige vraag, want ik zou er nooit over nadenken. Dat je die vaker hoort, hè? Ja, hoe sms'en Chinees? Dus bij deze mensen, lieve mensen, zo sms'en Chinees. Ja, Keetje, het is mandarijn, niet het fruit, voor de duidelijkheid, ouwe boevenbaas. Ja, hij heeft wel een goed punt. Het is jammer dat ik kan niet laten zien aan hun natuurlijk dit, hè, maar ja. Nee, ja, het is voor de duidelijkheid, Gentle, die typt dan de letters. Ja, je kreeg wel een beetje mee, ik ga die eens uitleggen. Bardo, kan je Gentle vragen om te stoppen met aan zijn microstand te komen? Oh. Want het stoort enorm erg als je hier aan gaat tolken. Ja. Nou, dan leer je er ook even van boeien, dat hoort erbij. Ik ben nogal een tikker en een wrijver. Een tikker en een wrijver. Ja. Zijn er voor de rest nog dingen die we moeten weten over China? Of hebben we nu, want we hebben het gros wel besproken. Ik raad je aan om daar op bezoek te gaan. Ik vertel natuurlijk wel gekke en aparte dingen, maar het is een ontzettend mooi land, wat ik zei. Het is leuk om daar te zijn. Het is ontzettend veilig. Ik heb geen moment gehad dat ik, één moment dan, waar ik me onveilig voelde. Mm-hmm. Maar het is, Dat bedoel je het bordeel, of niet? Het bordeelgedeelte, ja. Het bordeelgedeelte. Het bordeelgedeelte. Wil je het vertellen, of zeg je, ben jij benieuwd naar het bordeelgedeelte? Ik ben op zich best wel benieuwd naar het bordeelgedeelte. Het bordeelgedeelte. Ja, bordeel, het is eigenlijk wel een beetje de kloest in de naam. Dus het verhaal is, ik zal hem iets korter vertellen, want... Ik was in 2012, een half jaar op stage geweest. En ik ging op vakantie. Ik maakte een rondreis door heel China. Een van de laatste steden waar ik in kwam was Kunming. Kunming, prachtige stad. Ontzettend lekker weer ook. En we zaten in een hostel. We zaten student budgetreizen. Mm-hmm. En het hostel had één gebouw hier. En dan was er een hotel met dezelfde naam. En dat was zeg maar een hoek
waar ze die ze hadden gemaakt. En daartussenin zat een spa. Dus ik denk van, nou, dat is dat lijkt me een leuke tent om een lekkere massage te halen. Ik hou wel van massages, zijn die duur in China? Dus dat gaan we proberen. Mm-hmm. Mijn kameraad waarmee ik was, die had nog een foto gemaakt van tevoren om te zeggen van, joh, hè, het bord van de massage, het heeft een beetje een rode omleiding. Zit dit wel goed? Zit dit goed? En dan zijn vriendinnetje toen de tijd zei van, ja joh, gaat wel goed, ga erheen. Wij naar boven, 140 RMB, dat is nog geen 20 euro. En we kregen een stoombad, een scrub, een voetmassage en een bodymassage. Nice. Dat is gewoon niet te doen, zo goedkoop. Dat is bizar. Dus wij dachten, dealtje, gaan we met die banaan. Dus wij doen onze spullen uit, onze portemonnee, paspoort, schoenen, alles netjes in de locker. En we krijgen van hun een badjas. En in ons blote kont gingen wij naar de eerste kamer toe. Nou, gelijk was er een heel opdringerig mannetje dat erbij kwam. En die wou ons wel helpen en die duwde ons bijna de douches in. Nou, prima, dus ik lekker douchen. Hij ook, de douche. En ik kwam eruit. Stond hij te klein met een handdoek. Dus ik wil die handdoek pakken. Hij trekt die handdoek weg. What the fuck, wat doe jij nou, goos? Dus ik wil hem nog een keer pakken. Hij trekt het nog verder weg. Hij zegt, nee. En dit is in China het teken voor 10. In China tellen ze anders. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus hij doet dit. Wat wou hij nou? Hij wou 10 RMB hebben voor die handdoek, dacht ik. Ik dacht, ja, 10 RMB. Ik zei van, nou ja, het zal wel. Doe maar. Praat verder ondertussen. Praat verder ondertussen. Ja. Dus ik, 10 RMB, prima. Dus, nou, doe maar. Dus wat doet hij? Hij doet die handdoek omheen. Hij wil mij gaan afdrogen. En wat begint hij mee? Niet met mijn lichaam, maar zo. Hij gaat rechtstreeks voor mijn lul. Ik dacht, oh, nee, dat doe ik zelf. Ik trek in die handdoek. Nee, ik ga mezelf afdrogen en mijn kameraad ook. Daarna hebben we de begeleid naar de stoomcabine. Wij hebben de stoomcabine ingeduwd. Ik zit er met mijn kameraad. Zei, ja, het is dus zo goedkoop. Omdat ze allemaal dingen gaan aannaaien tijdens de procedure zelf. Yeah. Dus wij zeggen van, ja, weet je wat we doen? Dit is het bedrag wat we afspreken en we gaan er niet overheen. Nou, op een gegeven moment. Dus ging de stoomcabine open en werd ik eruit gehaald. En ik werd meegenomen naar een of andere massagebed met zo'n gat erin. En moest ik op gaan liggen. Dus ik ging erop liggen. En die man die komt er weer onder met zijn kop zo. En ik zag mijn ongeluk zo. Wat de fuck is dit dan? Weet je, ik ligt er rustig zo. Met zijn kop kwam hij eronder. Had hij de scrub in zijn hand. En dan wou hij weten of ik welke scrub ik wil hebben. En dan ook weer. Nou, de ene scrub was 10, de andere was 20 enzovoort. Ik zei, doe maar gewoon die goedkoopste scrub en ga ermee aan de haal. Dus hij op mijn rug, lekker scrub, alle dode huidcellen weg enzovoort. Dus ik ging er winnen. Ik zei, ja, let op, hij gaat je weer naaien. Ik heb gewoon die goedkoopste gepakt. Dat was prima, kun je ook doen. Kameraad erin, ook hetzelfde. We gaan naar de volgende kamer. En dan komen we een kamer in met één hele lange rij met allemaal stoelen. Rechts gewoon 10 stoelen, links 10 stoelen, aan het eind ook een muur met 5 stoelen. Wij gaan aan de rechterkant zitten op die stoelen. Ik en mijn kameraad zitten naast elkaar. Aan de overkant zitten twee van die Chinezen met tatoeages, een beetje een dikkige man en een handdoekje zo een beetje los over zijn heupen met zijn kameraad ernaast. En die zitten zo met peukjes aan. Die zitten naar ons te lachen, zo een beetje te grinniken en zo. En wij zo, oei, hij zo. En op een gegeven moment. Ja, normaal als een stoel krijg je voetmassage. Eerst krijg je een voetbadje en rechts komt er een meisje langs lopen. Dus wij kijken, hè? Meisje met hoge hakken in een soort bikini of zo. Oh, what god. What the fuck is dit? Nou ja, het zal. Dus die komt langsgelopen en ene deur in, andere deur weer uit langs die 5 stoelen. En nou, wij hebben er meegenomen naar de volgende. Dus wij hebben naar de massagekamers geleid. Dus wij komen bij de eerste kamer, 2 bedden. Dus ik ging daarin en mijn kameraad op achter mij aan. Nee, die moest dicht. Huh? Maar het zijn 2 bedden, toch? Nee. Hij moest naar een andere kamer. Oké, apart. Maar hij ziet van, joh, het zal wel. Dus hij werd meegenomen naar de volgende kamer. Daar werd hij op een bedje gelegd. Ik lag in die kamer op een bedje. Nou, op een gegeven moment komt er een meisje binnen. Een jong meisje, 22, 23 jaar. En die kwam de massage uitoefenen. Dus die begint mij te masseren. Dat was echt helemaal niks. Die kon er geen klap van. Ik had een paar massages gehad en het was echt gewoon alsof ze een beetje. Ja, ken je wel van die films dat je iemand hebt die dan zogenaamd aan het werk is en op een toetsenbord zit te typen zo. En gewoon zo voelde het ook als de massage. En ze zat te lachen en vriendelijk en zo naar mij te doen. En ik had er gewoon geen zin in. En op een gegeven moment lag ik daar en toen zette ze haar voet op de tafel om wat extra druk te zetten tijdens de massage. Was dat een rokje aan? Dus ik lag daar en ik kijk zo naar rechts en ik zie zo de kat. Met een goede toef haar, kan ik je wel vertellen. Oh god. Dus zij zat daar zo en een beetje naar weer lachen. Zo, oh ja, lekker. Ja. En ik zo, nee, dankjewel. Dus, zij eraf. En op een gegeven moment begon ze mij mijn lies te masseren en zo. En dan was ze de pak. Ik zei, nee, ik ben getrouwd, ik wil het echt niet. En zij zei, nou, ze hebben het proberen. En op een gegeven moment moest ze naar de wc. Dus zij ging naar de wc toe. En ik snel achter haar aan, ik ging naar die andere kamer toe. En ik zeg tegen mijn kameraad zo van, joh, moet je horen.
volgens mij is dit gewoon een hoerentent. Ze heeft gewoon letterlijk net geprobeerd. Hij zei, nee joh, je hebt gewoon pech, het zit niet goed. Laat gewoon joh, die van mij is helemaal heel goed bezig. Hij had een oudere vrouw van, wat zou het zijn, 3, 4, 45 of zo. En hij kreeg gewoon een goede massage. Mm-hmm. Dus hij dacht dat ik het gewoon allemaal aan het verzinnen was. Dus ik terug naar mijn kamertje. Ik ga weer liggen op dat bed en zij weer verder. En ik had me omgedraaid op mijn buik. Ik denk dat ze dom was. Dus heb ik een paar keer, ze zei ook verder masseren. En op een gegeven moment kwam mijn kameraad binnengelopen. En die zegt van, ja, je had wel gelijk. Ik zeg, ja, wat doe je dan? Ja, het is gewoon een hoerentent. Ik zeg, hoezo dan? Ja, ze heeft ze aangeboden. Ik zeg, maar waarom ben je zo bedroefd en beduist? Ja, joh, laten we gewoon gaan. Ik zeg, wat is het dan, joh? Zegt hij, ja, moet je horen. Ze wou gewoon seks. Ik zeg, ja, nou en? Ja, maar ze wou het doen voor 100 RMB. Dat is 15 euro. En dat is gewoon de leeftijd van zijn moeder. Dus hij zag daar gewoon echt gewoon zijn moeder. Die, maar hij is zich voortstellen in zijn hoofd van zijn moeder... die zich daar voor 15 euro door een of andere vreemde uitocht laten wonen. In zo'n vieze massagehokje. Dus hij was echt gewoon helemaal ontdaan. En ik ben er mee. En hij zegt, oké, prima, laten we gaan. Dus wij gaan terug naar die stoelen toe. En toen zouden we nog een voetmassage krijgen. Mm-hmm. Eigenlijk hadden we niet zoveel zin meer in. En hij zei meteen van, joh, we gaan weg. We gaan hier eruit. Ik zei, ja, een voetmassage kan nog wel. En toen bedacht ik me eigenlijk van, joh... Dit is in China illegaal. Dit mag gewoon niet. Prostitutie is niet iets wat, wat de norm is. Dat is streng verboden. En toen dacht ik van, ja, misschien moeten we beter gewoon gaan. Want dit is niet chill om hier gevonden te worden. Dus wij willen weg. Komt dat opdringige mannetje er weer aan. En die duwt ons allebei gewoon weer terug de stoel in. En die komt met twee van die emmers aan. Wij onze voeten in moeten doen en zo. En wij zeggen, nee, we willen allemaal niet. We willen allemaal niet. Blijven zitten. Toen kwam die met thee. Jullie moeten thee hebben. Nee, we willen gewoon nu weg. We willen nu weg. En op een gegeven moment zijn we gewoon weggelopen door die man heen. En pas toen konden we naar onze kluisjes toe. Dus wij gaan naar onze kluisjes toe. We doen die kluisjes doen we open. En onze schoenen ontbreken. Onze schoenen waren gewoon weg. Dus toen keek ik mijn kameraad aan en waren we allemaal een beetje bang van... joh, wat gaat hier gebeuren? Want wij wisten nu gewoon wat hier gebeurt. We hebben niet deelgenomen. Oftewel, hè, insinuatie is dat wij hun zouden kunnen verlinken of zoiets. Dus we wisten echt niet wat er gaan gebeuren. Die kameraad van mij was een Nederlands taekwondo kampioen. Dus hij zei van, joh, gast, als ze komen, die twee van de, die eerder bij ons zaten, ja, ik pak die twee wel, jij pakt de eentje, je bent groot genoeg, als je hem neerhoudt, dan kunnen we zo vechten en dat soort dingen. Wij zaten al dat soort plannen te maken. En toen kwam er opdringende mannetje, wij vragen, joh, waar zijn onze schoenen, waar zijn onze schoenen? Nou, die schoenen, hij heel dom doen, dat ze, en mijn kameraad, die pakt hem bij zijn hand, waar zijn die fucking schoenen? Gewoon in het Nederlands. En toen, liep hij het hoekje om, had hij onze schoenen, kreeg onze schoenen terug. Oh, in één keer wist hij dat over onze schoenen ging. En, dus wij snel ons weer aankleden enzovoort. En wij naar de kassa toe. Wat moesten we betalen? Was het 190 RMB of zo? We begonnen 140, 210 was ons max. Dus wij betalen dat geld. We draaien ons om weg te lopen. En wie staat daar? Dat vieze, dringerige mannetje met een bakje voor een fooi. Nou, ik wou erin spugen, maar ik heb het niet gedaan. Ik dacht, ik wil hier gewoon weg. Dus wij naar buiten die guy, toe. Die guy moet echt gewoon in een fucking film spelen of zo. Bizar. Dus wij naar buiten toe. Maar toen stonden we buiten. Ik stond echt gewoon te trillen. Ik denk van, wat is hier net gebeurd? Mm. Wat hebben we meegemaakt hier? Wat de fuck was dit voor ervaring? En dat was wat ik zei. Toen ik daar zat in die stoel. En ik weet niet hoe ver het realistisch was, dat het dan mijn eigen verbeelding was. Dat was één moment dat ik me ooit in China onzeker heb gevoeld. Ik dacht van, is dit wel helemaal zuivere koek? Later, nu ik meerdere keer ben geweest, was het allemaal waarschijnlijk, was er niks aan de hand. Misschien inderdaad dat je bij de kassa wordt genaaid voor een paar honderd RMB. Maar ze jullie echt niet gaan slaan of in elkaar schoppen of zo. Maar ja, dat was het enige moment waarvan ik dacht van, spannend. Kan je zeggen, de chat geniet hier dus heel erg van. Ja, ik zie heel veel blije emotes, Kees van de Pack, spec shit. Ja. Audacity of this guy. Ja, de chat geniet hier. Schandalig, ja. Wij zitten, jij hebt meer van dit soort vage fucked-up verhalen over China. Deel, ja. Heb je daar behoefte aan? Ja. Nou ja, we brand los. Goede verteller, roept Krokkie nog. Shout-out naar jou, Krok. Jentel kent jou. Yes. Ja, ik ben een volger. Ja. Je kent Kroket, hè? Jazeker, ik kom wel voor Krokkietijd. Zo tussen 11 en 1 af en toe. Meen je? Heb je echt Krokkietijd gezien? Jazeker, ja. Dat heb ik ook over een sushi-restaurant geleerd. En hoe het daar allemaal mis is gegaan. En hoe zijn baas hem heeft genaaid en zo. Vreselijk. Vind ik echt een seksschap met zijn baas? Nee, niet op die manier, jongen. Die baas stond ook met een fooie pot bij de deur. Toen ging ook even met een fooie. Een fooie pot en een witte lijn onder zijn neus. Hoor. Lul was dat, zeg. Oh. Heb je meer thee? Ik bedoel, de chat geniet ervan, los geniet ervan. Wat is nog meer fucked up rare shit? Een van de meeste... was een bijna doodervaring die ik in China heb meegemaakt. Mm-hmm. En dat was ook best wel heel apart. Die ik gewoon niet goed begrijp.
Ik heb wel een uitleg gekregen, maar ik snap het nog steeds niet helemaal hoe dat nou zat. Mm-hmm. Dat was ook in 2012, in dat half jaar in China. En toen waren we uitgeweest in een club. En een club toen de tijd in China, toen was het nog heel bijzonder als je blanke gasten had. En zoals ik al eerder aangaf, als je blank bent, Chinezen die hebben dus een soort bevooroordeeldheid. En blanken, dat zijn de rijken, die weten wat goed is. Dus wat doen ze? Zo'n club mag je gratis binnenkomen en dan krijg je drank. Voor niks. Als je maar vooraan in de club staat. Zodat de nieuwe mensen die binnenkomen, je kunnen zien dat er blanke gasten zijn. Nou, dan gaat het woord snel. En dan was het een succesvolle avond voor die lui. Dus dat was ontzettend aantrekkelijk. En wij als jonge studenten, kom maar door met die drank. Ja. Ze vinden dat helemaal geweldig. En ik heb twee verhalen eigenlijk. Ik ga ze combineren. Eigenlijk zijn dit twee verschillende nachten, maar ik ga ze combineren. Oh, ja. Dit is een bonus. Bonus, let's go. Onze eerste nacht. Wij gaan naar zo'n club toe. Hè? We krijgen daar gratis drank en wij zitten lekker te zuipen en gezellig en aan tafel. En net als in Nederland, ik gewend ben, ik zit gewoon lekker aan mijn tax. En op een gegeven moment heb je zeg maar zo'n golf dat je je lekker dronken voelt en gewoon een fijne vibe hebt. Die wil je vasthouden. Ja. Dus je begint een beetje te drinken tot je lekker aan die vibe zit. Op een gegeven moment moet je naar de wc toe. Maar wat is in China normaal? Als je naar de wc gaat of je wil een nieuw mens ontmoeten daar, dan stoot je iemand aan en vraag je om even een drankje met ze te doen. Een gambé, een shotje als het ware, even een slokje. Dus ik ga van mijn tafel naar de wc. En ondertussen heb ik wel 3-4 keer aangestoten door gretige Chinezen, vaak zakenmannen, die het gewoon leuk vinden om even een shotje met je te doen. Er is verder niks raars aan, dat is gewoon normaal daar. Dat is gewoon net zoals in de kroeg dat je iemand aanspreekt. Zeg, hey, hoe is het vandaag? Blablabla. Maar goed, ik wist dat niet. Ik zat lekker op mijn drunk vibe. Dus ik kwam van de play terug en ik stond zo aan die tafel, joh. En ik zie die kameraden om me heen, waren een best grote groep. Iedereen was allemaal aardig teut. En op een gegeven moment, ik moet weer naar de wc toe. En ik zie daar een of andere Chinees in de hoek staan. En die staat te kotsen. Die staat te kotsen, dat is niet normaal. Echt gewoon, er kwam wel 2-3 liter uit die vent. Mm-hmm. En ik zie daar een bak staan. En het lijkt wel een soort grote wasbak. En daarboven staat een geel bordje met een man die aan het kotsen is. Dus ik stop me langs. Kijk dan, hij mag er helemaal niet kotsen. Zegt hij, joh, dat is daarvoor gemaakt. Wat? Ja, dit is dus gewoon normaal. Dat je zuipt tot je kotst. Je gaat kotsen. Je pakt even een momentje voor jezelf. Je pakt een stukje watermeloen of fruit. Je gaat terug naar je tafel. En je gaat gewoon weer door. Rustig door naar de volgende ronde. Bizar. Klinkt als mijn zaterdag. Big brain, though. Ja. Dus wij komen... Ik naar de tweede wc-ronde kom ik terug. Ik word aangestrooid door iemand van het restaurant. Yo, dat is een dronken gast. Het gaat niet goed. Dus ik loop daarheen. Ik zie een dronken gast liggen op de grond. En hij moet naar buiten toe. Dus wij pakken beide zijn handen. En we slepen hem naar buiten toe. Van de trap af. Toek, 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 toek. Zo met zijn kop op die deur. Ik denk, oh, deze arme jongen. Die heeft koppijn morgen niet normaal. We komen in de galerij. We draaien hem om. Bleek het een van mijn klasgenoten te zijn. Dat was helemaal geen Chinees. Dat was gewoon een van mijn klasgenoten. Dus ik dacht van, what the fuck is dit, joh? Dus wij nemen hem mee. We leggen hem op een bank neer. En wat gebeurt er? Die jongen stond met ademen. Dus ik heb hem op mijn schoot liggen. En die jongen stond met ademen. Dus ik begin te drukken en aan hem te schudden. In één keer, hoppa, er kwam alles uit. Hele broek onder de kots, alles erbij. God, domme. Oh, maar dan schrik je wel even, ja, hoor. Ik hoor dit. En hij stopt weer met ademen. Ik denk, wat is dit, joh? What the fuck? Dus die manager die daar staat vooraan, die regelt die raakt in paniek en die belt de ambulance. Dus ik haal mijn andere kameraad op. En wat bleek nou? Er bleek een ambulancebroeder, toevallig een blanke gast, ook aanwezig te zijn in die club. Dus die is nog met ons meegegaan. Die heeft nog gekeken. En hij zegt, ja, ik weet het ook niet. Hij heeft gezorgd dat de tong goed lag, enzovoort, enzovoort. En wij zijn toen met die gast in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Dus wij komen eraan bij het ziekenhuis. Die gast wordt eruit gehaald. En die staat daar, die ligt op de bankaar in de gang. En nog steeds met zijn stotterende ademhaling. Dat gewoon bijna niet lukt. En wij mogen niet in. Ik zeg, wat? Ja, je moet betalen, vriend. Wat denk jij? Wat? Ja, eerst betalen, dan mag je erin. Dus wij bij hem zoeken en zo. Pasje gevonden, pasje gegeven, konden er niks mee. Nou, toen heeft mijn kameraad heeft alles voorgeschoten. Die heeft iets van, €2.000. Ik weet niet precies wat het was. Gewoon neergelegd als geld, zodat zij hun dingen konden gaan doen. En dan kwamen ze terug telkens vragen. Ze hadden iemand die daar Engels sprak, die dan kwam vertalen van, joh, moeten we deze en deze scan doen of zo? Dit gaat je dit en dit kosten, wil je dat doen of niet? Nou, uiteindelijk hebben we maar gewoon gezegd, we doen alles. Want we willen weten, we willen gewoon zorgen dat die gast de nacht doorkomt. We weten niet wat aan de hand is. Ja, dus, wij hebben de hele nacht bij hem gezeten. De volgende dag kwam hij weer een beetje bij. En
einde van het verhaal. De jongen was gewoon in orde, er was niks aan de hand. Maar wat had hij nou? Hij had hetzelfde meegemaakt als wij. Tafeltje, lekker gezat, een paar keer heen en weer gelopen. Helemaal van de kaart. Het is slaapapneu. Dat betekent dat hij een hele onregelmatige ademhaling heeft in zijn slaap. Waarom hij soms tot een minuut lang geen adem haalt. Gewoon niet. Mm. Maar dat wisten wij allemaal niet. Wij schokken ons een ongeluk, jongen. Ja. Een ongeluk. Ja. Dat was niet normaal. Jezus Christus, zeg. Ja, en dat was onze hoor. Eerste avond uit in China. Dus dan moet je nagaan. Ook dat langs. Nog eens. Ja. Dit waren twee verhalen gecombineerd. Nee, eigenlijk niet. Ik denk al. Ik zat te zoeken bij mezelf. Dat was het tweede verhaal. Ik dacht de kotsbak en het ziekenhuis, maar... Ja, ik wou dit combineren, maar dat kan niet. Want dit verhaal gaat dus ook over zo'n avond uit. Dat je gewoon helemaal apenzat bent. En maar ja, dit was al wat later. Dus ik wist van, ik moet mijn drank gewoon controleren. Ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon bijna niks drink aan mijn tafel. Want iedere keer als ik heen en terug ga, kom je gewoon ladderzat weer eruit. Mm. We pakken de taxi. De taxi nemen we van de club naar huis. En er zit een Chinese vriend van ons... Een werkgenoot, die zat erin en die moest onderweg twee keer stoppen omdat hij moest kotsen. Dus die chauffeur was al een beetje geïrriteerd en die was niet helemaal chill. Ik zat op de achterbank en die Chinese kameraad had net gedropt en mijn Nederlandse kameraad zat voorin. En ja, op een gegeven moment kwam ik bij een stoplicht en ik zit in de spiegel te kijken naar zijn ogen en ik zie dat dit gebeurt. Dus ik denk van... Gaat het wel goed? Valt hij in slaap? Dus ik tik mijn Nederlandse kameraad. Ik zeg, joh, is hij nog wakker? Dus hij kijkt zo. En dan begint dat hij kijkt, gaan zijn ogen weer open. En het was al een tijdje groen. Hij begint weer te rijden. Dus nou, volgende stoplicht, hetzelfde verhaal. Nou, we weten twee stoplichten verderop is onze stop, als het ware. Mm-hmm. Maar dat is een grote bocht rechtsaf. Dan moeten zeg maar, er is een groot gebouw daar. We moeten rechtsaf, om het gebouw heen, daarachter zitten wij. Dus wij komen bij het stoplicht aan. En dat was groen. Dus hij wil doorrijden. En hij neemt die bocht. En hij gaat rechtdoor, richting het gebouw. En nog verder. En hij gaat geen enkele centimeter zachter rijden. En ik kijk in die spiegel. Oh, en ik zie dat zijn ogen zo in slaap vallen. Oh nee. Mijn kameraad die zit ook zo. En die springt en die trekt naar zijn stuur. Op het laatste moment tikt hij nog met zijn linker voorband de stoeprand aan. En de stuur wordt omgeslagen. En hij vliegt weer zo weer de andere weghelft op. Maar hij zat dus al op de stoep aan de andere kant. Gewoon met, nou, wat zal het zijn, 50, 60 kilometer per uur. Het is niet gigantisch hard, maar wel hard genoeg om een hele flinke klap te krijgen. Ja. Dus hij trekt aan het stuur. We gaan weer de goede kant op. En wat gebeurt er? Die Chinese taxichauffeur, die schrikt ervan. Die schrikt wakker, als het ware. Die zit met handen aan het stuur. Die kijkt een beetje om heen wat er is gebeurd. Die komt tot rust. En die scheldt ons helemaal verrot. Die wordt pis en pislink. En die zit in ons te schelden en wij wisten ook niet wat ons overkwam. Want wij zaten helemaal in shock. Ik zat weer te schudden met mijn handjes. Van, wat is er gebeurd? Mijn kameraad ook. En hij was schelden en hij tierde als een idioot. En wij dachten van, we willen gewoon betalen en naar huis. We zijn niet klaar mee. Dus wij ons geld uithalen. En hij wil eigenlijk al ons geld hebben. Dus wij van, nou, oké, we hebben hem uiteindelijk 100 gegeven. Een ritje is normaal 30. Dus hij heeft gewoon 3 keer meer gekregen dan wat hij hoort te krijgen. Wacht even, als je dit bedrag noemt, 100 euro als in... RMB. 100 RMB, dat is 15 euro. Okay. Grofweg. Dus normaal is zo'n ritje 7, 8, 9 euro. Wij hebben hem het dubbele gegeven. Okay. Ruim het dubbele, dat is eigenlijk nog minder. Dus wij eruit en wij staan de trillen langs de kant van de weg. En denken, what the fuck is er gebeurd? Dus wij zijn naar huis gegaan en ons bedje hebben geslapen. En de volgende dag... Ik snap nog steeds niet waarom die man zo pislink op ons is geworden. Dus ik vroeg het aan een kameraad, die met ons werkt, een Chinese kameraad. Mm-hmm. En die heeft waarschijnlijk gezegd van, ja, die man is ook niet gisteren geboren. Die denkt, als dit naar voren komt, dat ik achter het stuur in slaap ben gevallen. Op ieder stoplicht, of overal zitten camera's. Maar die zien ook wel wat er gebeurt. Dus die denkt van, als ik gewoon pislink word op die buitenlanders... Dan vertel ik gewoon dat ik klaar wakker was. Ja, ik maakte gewoon een omritje. En hij trok aan mijn stuur. En daarom dat we boos zijn geworden. En dat was de reden waarom hij zo pislik op ons was geworden. Gewoon uit ontkenning en om te zorgen van... Hopen dat het niet gebeurt. Maar dat was een van de keren dat ik echt de dood in de ogen heb gestaard. Dat is niet typisch Chinees, dat is gewoon menselijk, toch? Ja. Of is er een soort werkdrijf bij die man geweest... waardoor hij wel achter het stuur moest zitten? Oh, dat zou goed kunnen. Ik heb ook twee keer gewoon bij iemand in achter het stuur gezeten die gewoon dronken was. Taxichauffeur. Straalbezopen. De eerste keer heb ik iets langer meegereden. De tweede keer ben ik gewoon meteen uitgestapt. Dan wist ik gewoon, oké, je ruikt het gewoon. Die sterke dranklucht aan. Ik ga je eruit. Ik wil je gewoon niet er niks mee te maken hebben. Oh, wow. En, ik ben nog een keer in de krant gekomen in China.
In de krant. In de krant. Zometeen gaat hij weer beginnen over zijn TikTok-viraal. Oh, die kan ik ook nog vertellen. Ja, okay. Doen we die twee nog, want ik zie voor jou weten, jouw laatste bus, want je bent met de bus vandaag. Ja. Die gaat om 23:22. En het is nu 10:50. Ja. Dus we hebben nog zo'n 20 minuten tot 11 uur, om dat even aan te houden. Oké, ik hou het heel kort. Ja, oké, dan gooi je ze allebei erin, want daarna heb ik nog wel een andere nog van. Ik denk, ook een leuke. Ook nog een andere, oké. Ja, vanaf mij, niet vanaf jou. Van jou. Ja. Want we hebben toch alleen maar over China gehad, maar fuck it. Ja, ik heb tientallen verhalen, ik heb er nog veel meer, maar dit zijn nog twee. Ja, je komt vast nog wel een keer terug. Ongetwijfeld. Ja, dat komt wel goed. Gooi maar in. We hadden het management uit Nederland op bezoek. Nogmaals, de stagegroep waarmee we zaten was van 5 Nederlandse hogescholen, die allemaal 3 tot 5 studenten leverden. En een 1 Chinese universiteit die de tegenpartij leverde. En daar werden stagegroepen van gemaakt. En er waren 3 of 4 managers uit Nederland op bezoek in China. En wat ze graag wilden zien is hoe 1 van onze begeleiders in China, Nederlandse begeleiders, leefde op dat moment. Dus we gingen een flatgebouw in om naar de bovenste etage te gaan waar die leider zat. Dus wij met z'n allen de lift in. En etage, wat was het? 28 of zo, een belachelijk oog. Dus wij etage 28. Dus de lift gaat omhoog. Het is gezellig. We staan met 7, 8 man staan we erin. En tussen 6 en 27. Kut. Nee. De lift die stopte mee. Dus wij staan er een beetje ongemakkelijk naar elkaar te kijken. Tjing, alarmknop. Tjing, alarmknop. Oh nee. Geen beweging, niks. Helemaal niks. Heet. Het was heet in die lift. Dat wil je niet weten. Airconditioning viel uit. Het werd alleen maar warmer en warmer. En een van die managers die daar bij ons in de lift stond, die met zijn stropdas te spelen. En zegt hij, ja jongens, ik moet je toch wel vertellen. Ik ben hier wel de lift in gegaan. Ik heb claustrofobie. Ik zou het erger vinden dat hij zo hoog is. Ik ga niet liegen. Als je dan moet kiezen tussen claustrofobie of die hoogte? Ja, want stel je voor dat het gaat mis, dan knal je ineens. Dat is voor mij tenminste angst de angst. Gewoon, dat je naar beneden knalt. Ik zou het sowieso... Oh, shit. China heb je sowieso wel die roltrapvideo's. Oh ja, dat is ook zo. Ken je toch ook wel die roltrapvideo? Dat is China's. Als je bij China zo'n roltrap naar boven doet in een winkelcentrum, dat heel vaak aan het begin en het einde die ijzeren plaat loslaat. Ja. En dat je bijvoorbeeld van die video's ergens ook nog wel van die moeder die erin valt met haar dochter. En die wordt dan meegetrokken aan haar benen, want die roltrap rolt door. Dus die wordt zo'n soort verslonden door de apparaat. Oh, die kan nog net haar dochter geven en die vrouw is dood. En je hebt allemaal van dat soort video's, echt tientallen tot honderden over China. Dat ik denk, ik vertrouw die Chinese apparatuur niet. Helemaal niet als ik inderdaad 40 meter in de lucht in een karretje hang. Ja. En ik denk aan die roltrapvideo's. Precies. Dat is ook door mijn hoofd heen spookt. En waarschijnlijk bij die man ook met claustrofobie. Dus we staan allemaal een beetje zenuwachtig te lachen daar. En begonnen te zweten. En op een gegeven moment komt er geluid uit die alarmknop terug. En wat wij doen is proberen een beetje te praten. Maar we spreken geen Chinees. Eén iemand van ons wel. Iemand sprak Nederlands en Chinees. Probeert te vertellen van, joh, we zitten vast op die etage. Oké, houd vast, we komen eraan. Nou, dus wij zitten te wachten. 5 minuten, 6 minuten, er gebeurt niks. 7 minuten, in één keer, woef, zakt hij naar beneden. Dus iedereen echt op die angst. En we hangen weer vast. Dus iedereen, oh, gelukkig. Maar op dat moment heb je echt het gevoel alsof je naar beneden gaat. Gewoon, dit is het einde. Je laatste is het dus gewoon klaar. Het is gewoon klaar. En toen hoorden we allemaal gepraat om ons op de verdieping. Nee, we denken van, oh, oké, gelukkig, ze komen ons halen. 1 minuut voorbij, 2 minuten voorbij. Weer een stuk naar beneden. Oh, jemig, we hadden het echt niet meer. En die man die is bezweten, die was helemaal in paniek en angst enzovoort. En toen hoorden we weer stemmen steeds dichterbij komen. En we hadden geen idee wat er gebeurde. Dus die Chinese man die bij ons mee was, die begint tegen hem te schreeuwen. En die zegt van, joh, hij begint te vallen. En die man beneden zegt, rustig. Wat we doen, is proberen hem te laten zakken. Maar hij zit op een of ander clipsysteem, waardoor hij gewoon telkens een stuk naar beneden schokt in plaats van naar beneden... Nee, meneer, de schuift als het ware. Dus nou, nog een clipje. Toen kwam er nou een gat van 30 centimeter naar de verdieping eronder. Iedereen er doorheen geschoven en wij waren veilig. Nou, dit was nieuwswaardig. De volgende dag in de krant. De Chinese brandweer redt alle blanke mannen. Ja. Wij twee passen niet door een gat van 30 centimeter. Toen nog wel. Ja, bij onze geboorte misschien, maar nu niet meer. Dat gaat nu. Oh, je bedoelt die olifant. Dit past niet. Nee, ik zei toen nog wel. Toen was ik 100 kilo.
Oh, anders had jij je eentje nog in die lift. Ja. Voor de volgende shift. Dat was het waarschijnlijk bij een stukje naar beneden. Dat is wel, ja, het gewicht. Nee. Ja, godverdomme. Daarmee heb je het krantartikel nog, of niet? Nee, heb ik niet. Zonde. Nooit gehad. Ik heb gezien, zo, ja, leuk, zal. Weggedaan. Is toch mooi, man, als je dat hebt. Ja, daar heb ik helemaal niet meer nagedacht. Maar dat was echt gewoon dat je denkt van, ja, ik ga dood, einde verhaal. Oh. Of toch niet? Oh, nu ga ik echt dood. Oh, toch niet. Oh, wauw. Ja. En TikTok famous, 12 miljoen weergaven. Ja, ja, dit was, ik liep in een grote stad, Chengdu, 15 miljoen man. En ik had een dag, ik was naar Doeg gereden, ik had één dag en de volgende dag zou ik gaan vliegen. En er liep een jonge man over straat die een half Chinees en half blanke oude had. En die vroeg mij in het Engels van, joh, wil je een interviewtje met ons doen voor TikTok? Lijkt je dat leuk? Ja, is prima joh, gaan we het doen. En hij vroeg aan mij, een van de vragen was, wat is je favoriete eten? En een van mijn favoriete eten in China, dat is jianbing guozi. En jianbing guozi, dat is een pannenkoek. Een soort, eigenlijk eierpannenkoek, een stuk ei met een klein beetje deeg. Waar ze wat kroephoek op doen, een lekker stukje vlees, wat sla, rollen ze op. En dan, ik hou er graag een stuk pakje cheddar kaas eroverheen. En dat wordt op straat verkocht. En ja, ik vond dat zo lekker. Ik vertelde heel gepassioneerd over in die video. En die video die sloeg blijkbaar aan. Dus heb je de video nog? Nee, ik heb hem niet. Ik heb een screenshotje van de video waar ook daaronder staat. Ja, dan staat de naam van, van diegene die hem gemaakt heeft ook. Moet ik even kijken. Anders moet ik hem een bericht sturen. Je weet nu, je Chinees kan tikken op je telefoon, wat dat betreft. Maar ik heb hem later nog opgezocht. Dat was het rare. Want ik had de Chinese TikTok en daar kon ik dat account van hun wel vinden. Maar op de Nels TikTok kon ik het account niet vinden. Maar is toch sowieso het algoritme van China versus het Westen varieert? Dat het zo varieert, ja. Ja. Want dat is toch educatieve content hebben hun veel meer. Wij precies. Hebben veel meer de, nou ja, sorry Nos om te zeggen, maar de content, jij hebt te lang op gezeten. Het is bij het Westen is gewoon bedoeld om te ontregelen. Toch? Nou, niet te ontregelen. Het is trouwens, even voor de kijkers thuis, 14 miljoen mensen. TikTok 14 miljoen meer keer bekeken. Bart, hoe vaak had jij? Nee. Geen commentaar. Oké, okay, mag ik even zeggen? Ja. Stik je uit. Volgende week weer met Dennis, jongens. Ja, dit is eenmalig geweest. Nee. Flikker maar op. Nee. Ga verder. Dat maar over dat algoritme gesproken, waar het westerse algoritme op gestuurd wordt, wat ik me laten vertellen heb, is vooral op kortstondige gratificatie. Dus dingen die kortstondige dopamine-impuls geven. En de content waarop dat wordt gedaan is vooral hele simpele content, dansjes enzovoort. En wat ze in China doen, is daar is het vooral op gedoeld op ja, educatieve content. Dus meer op een of andere rocket-engineer die iets geweldigs doet en iets moois doet enzovoort. En ze hebben ook hele gestrikte tijden waarop je, als je een bepaalde leeftijd bent, waarvan ik niet weet of het werkt, dat je gewoon niet op TikTok kan tot een bepaald uur van de dag. Ja, de reden dat is waarom eigenlijk best wel goed. Ja, lastig is dus, ik heb dus ook in China gezeten. En wat veel van die kinderen doen, is die pakken gewoon identificatie van opa of oma. Dat halen ze doorheen. En ze kunnen de hele dag op TikTok. Ja, kortstondig ziek verhaal. Dan. Ik weet niet, hoe lang hebben we nog? Ja, ik kan nog even. Ik heb dus gewerkt als basketbalcoach. En die kinderen die ik had, waren vaak van 4 tot 14 jaar. Grofweg, dat was de age range waarin ik zat. Ik had een les aan onder 8 jongetjes al 6, 7 jaar zijn geweest. Iedere keer als hij binnenkwam, zat hij met zijn kop op de telefoon, TikTok. Maar echt als een zombie zat hij gewoon te kijken en te kijken en te kijken. Dat was 2018, 19. Dat was toen als TikTok in China gehad, hier nog helemaal niks. Toen had je, hoe heette die voorgang ook alweer? Ja, god, Vines. Nee, andere nog. Musical.ly. Musical.ly. Vines voor Musical.ly. Ik weet de naam even niet. Voor Musical.ly? Ja, zeker. Ja. Je had nog een andere. Misschien als je zegt dat ik denk bij mezelf. Ik moet hem opzoeken, ik weet het niet. Chat, als jullie het weten, zeg het. Ondertussen ga jij verder. Nee, dat was nog voor Vine Musical.ly. Was er een andere die hetzelfde idee als, ja, zonder gein. In ieder geval, die jongen altijd met zijn neus aan de TikTok. Ik geef mijn basketballes en ik heb een basket. Eén paal, een lage basket, jongen, 7, 8 jaar. Eén paal met twee van die zijpaaltjes, als het ware. Met een moer er doorheen van beide kanten om die paal omhoog te houden. Mm-hmm. En in basketball heb je een lay-up. Een lay-up is een twee-teller-ritme om dan te schieten. Dus je gaat 1, 2, spring je omhoog met een been. Je schiet de bal en dan land je. Dit jongetje was nogal een gezet jongetje. En hij kon best aardig lay-ups lopen. Dus op een gegeven moment doen we een partijtje. En hij loopt de lay-up. En hij duwt iemand aan de kant. En hij springt. Maar dat gaat hij nooit redden. Want hij is een halve meter van de basket. En zijn tweede teller neem je nogal momentum mee vooruit. Dus hij schiet die bal gaat erin. En hij landt met zijn been langs een van die moertjes die aan de zijkant van de paal zit. Om die paal omhoog te houden. Zo'n oude, verroeste, vieze moer. Dus hij valt op de grond. En hij maakt een mooie bal. Dus ik zeg, goed gedaan. En ik kijk even naar zijn been hoe het gaat.
En ik zie dat er gewoon een vet rolletje of een huid met vet opengerold ligt. Oh. Ik zag gewoon, ja, zeg je dat, pees en bloed. Dat was wat je zag. Dus hij lag daar en hij lag daar best wel oké. Okay. Hij kijkt naar zijn wond. Hij ziet zijn wond. Ik zie zijn kop helemaal wit wegtrekken. En hij begint te schreeuwen. En begint keihard te janken. Helemaal in paniek. Helemaal gewoon, wat gebeurt er? En zijn benen zo. Zijn oma die hem had gebracht, die kwam er naartoe gerend. Gelijk met een doekje ervoor om hem om het bloeden te stoppen en tegen te houden. Ambulance gebeld. Duurde even, want we zitten op 5 hoog zonder lift. Ook weer raar, maar oké. Okay, basketbalveld 5 hoog zonder lift. Dus ze moesten met 5 dingen omhoog te komen. En hij was niet te stoppen. Hij moest huilen en in paniek. En hij zat te trillen enzovoort. Op een gegeven moment zijn oma zie ik zo kijken en denken. En die loopt naar de bank toe en die komt terug met een tasje. Wat doet ze? Ze haalt de telefoon eruit. Zet de TikTok aan, geeft de TikTok. En je ziet hem. Weg was hij. Gestopt. Niks. Niks van gehoord. Ambulance komt. Op de ambulance. Of de ambulance, de brancard komt. Op zo'n trappakkaar. Mee naar beneden. Trappen af. Alles. Naar het ziekenhuis toe. Stop met huilen. Niks. Het meest bizarre wat ik heb meegemaakt. En sindsdien, dat is voor mij echt een wake-up call geweest van hoe ver die shit, die TikToks, die shorts, die Instagram reels, hoe die gewoon, ja, ik weet niet wat ze met je doen, maar dat is niet helemaal als een zombie. Ja, ik was heel verslaafd aan TikTok. Ja? Heel verslaafd. Dus als een kijken of ook zelf dingen ermee doen? Nee, enzo. Kijken. Ja, joh. Echt hele dag. Oh, je hebt zelf ook heel veel TikToks gemaakt. Nee, dat valt echt reuze mee. Je hebt meer TikToks gemaakt dan ik. Helemaal niet. Mijn dingen staan er nog wel. Pak jij jouw account even bij? Want je hebt heel veel op verborgen gezet te staan. Toch? Je hebt heel veel... Ja, maar dat was gewoon vet snel gemaakt. Als jij bijvoorbeeld door TikTok heen kijkt... en je zit een filter, weet je wel... dan probeer je hem uit en dan sla je hem op en dat is het. Okay. Maar ik deed niet echt daadwerkelijk dat je licht de camera... weet ik veel wat, dat je iets daadwerkelijk iets gaat opnemen. Dat deed ik ook nooit. Maar ga verder. Maar nee, dagenlang gewoon achter TikTok. Mijn moeder ook. Ja. En op een gegeven moment, we deden gewoon niks meer. Dus ik zei tegen haar van, weet je, we moeten echt stoppen. Dit is echt niets. Ja. Dit is niet normaal. Dus we hebben het beide verwijderd tegelijkertijd. En nu zit zij op YouTube Shorts. Af en toe. Af en toe. Ja. En ik zit op Instagram af en toe. Ja, kijk, de discussie hebben we een keer gehad met Dennis. En ik ben er heilig van overtuigd, je schiet er niks mee op. Nee. Met die content. Ik bedoel, als je 4 uur aan content kijkt op TikTok, Reels, Shorts, allemaal hetzelfde. Dus dat heb ik ook tegen jou gezegd. Het is gewoon water naar de zee dragen aan het einde van de dag. Je gaat op basis van 4 uur aan content, 20 minuten content halen die je iets geeft in het leven. Waar je iets uit kan halen, die waar je blij van wordt. Maar die 3 uur en 40 minuten, dat is gewoon waarloze bagger. Dat zijn honden die rondrennen en grappig lopen doen en weet ik veel Ik wat. Moet eerlijk zeggen, op TikTok heb je wel natuurlijk je eigen page uiteindelijk. Dus alles wat jij leuk vindt, dat voeg je gewoon toe. En ik had alleen maar spirituele dingen, grappige dingen, de filmdingen, gewoon van die shorts, weet ik veel wat. Toch blijf ik bij mijn punt, psychologische dingen. En ze proberen je vast te houden in dat bubbeltje, dat je niet verder ontwikkelt dan je bubbel. Dus dan blijft inderdaad bij die 20 minuten bruikbaar, 3 uur en 40 minuten. Dat snap ik. Vandaar dat ik het ook weghaalde. Maar op YouTube en op Insta bijvoorbeeld nu, je hebt veel andere content dan wat je zelf had op TikTok te zien, zeg maar. Dus dan blijf je niet zo lang, na 5 minuten ben ik er al klaar mee bijvoorbeeld. Van dit is niet... my cup of tea, laat ik het zo zeggen. Maar, dus dan... I get it. Maar toch geldt hetzelfde een beetje voor. Ik weet, hoe zit jij erin? Ik vind het 1 grote spinning. Ik denk dat er nog geen 20 minuten van waarde in is. Het enige wat ik interessant vind is... waarom blijf je er telkens kijken? En het enige wat ik me kan bedenken is van... het gevoel van nog eentje meer. Want soms zit er een leuke tussen... en je hoopt die leuke weer te vinden. Ja. En dat stukje dopamine dan te hebben. Van, dit is wel een leuke. Je beschrijft mijn hele Pokémon Go carrière Nog eentje dan. Kom op, nog eentje dan. En dan vervolgens denk ik van... ik zit hier verdomme gewoon te procrastineren. Ik had 1 uur geleden al iets anders kunnen doen... wat veel beter voor mezelf was geweest dan voor mijn leven. Of natuurlijk. Of ook, en dat is vooral wat ik denk van... Dat is ook het ding, wat ik weet, je liet net een filmpje zien aan Jentel. Waarbij ik, terwijl je het liet zien, al dacht bij mezelf... jij zei, dat gaat heel diep, let op. Het getallen en hoe alles gekoppeld was. En Mars met ijzer en dat is bloed. En dat is... Ik bij mezelf, dit is heel erg oppervlakkig. Jij zei heel diep. En Jentel zei ook al... Het is veel te veel wat hierin zit, waardoor het alsnog heel oppervlakkig blijft. Je gaat nooit diepte in op TikTok, op een Reel of een YouTube Short. Ja. Die ruimte is er gewoon niet. Ja. En dat, zoals jij dan zegt, dat is heel erg diep. En denk ik, true, dat is heel erg diep.
voor een reel. Maar voor het echte leven is het bijzonder oppervlakkig. En dat is heel hard naar jou toe even, want jullie dit te zien. Maar ik denk, ja, zoveel input in een minuutje flikkeren. Misschien twee, misschien drie, I don't care, maar... Dan ga je nooit de diepgang bereiken. Ik zie in de chat ook iemand roepen... stel je voor dat je gewoon voor vermaak iets gaat kijken. Dat kan ook. Alleen, vermaak kan erin doorslaan. Je moet productief blijven. Jezelf ontwikkelen, uitdagen. Niet in je bubbeltje hangen. Nee, dat is... Ja, Helemaal niet eens. Als je even voor je vermaak even iets kijkt, prima. Maar het ergste nogmaals, wat ik zei... Dat ik merk bij mezelf dat ik erin doorsla... en dat ik ga procrastineren van dingen die eigenlijk gedaan moeten worden. Exact. Ja. Het is zeker geen shaming. Het is gewoon leuk om af en toe even een reeltje gewoon... Tuurlijk, heerlijk. Beetje swipen. Laat even wel wezen, want we hebben nog de laatste 5 minuten over ongeveer. Iets, misschien 10 hoogstens, maar... Dit is de eerste keer natuurlijk dat jij NOS ontmoet. Ja. Ja, dus dit is even nog wel grappig. Heb je sowieso nog vragen, Jentel, voor deze laatste minuut? Want nu kan je nog een keer alles vragen. In de eerste ontmoeting... Je hebt alles gezien op Twitch. Je hebt heel veel meegekregen van wat hier allemaal gebeurd is. Vind ik leuk. Ja, nu kun jij namens de kijkers de advocaat van de duivel spelen. Heb jij vragen? Vragen aan NOS. Nou, wat ik wel erg benieuwd naar ben, NOS. Dat is eigenlijk meer een vraag over Bardo. Dus hoef je niet zo over te maken. Mm-hmm. Maar voldoe ik een beetje aan de omschrijving van Bardo? Wat Bardo over mij heeft verteld. Jazeker. 100% of... 100%. Ja? Wat is de beschrijving die ik heb gegeven? Nee, dat je een hele lieve jongen bent. En dat je gewoon veel meer... Ik weet niet of ik dit zo mag zeggen, maar bijvoorbeeld van... Je verwart hem volgens mij met Caron nu. We hebben het over jou. Nee. Ja, je verwart hem nu met Caron. Dat is mijn andere broer. Nee, juist gewoon veel meer nadenkt voordat je daadwerkelijk iets zegt. Niet zoals andere mensen die je ooit hebt genoemd. Lang vooral. Okay. Maar... Ja, je bent heel gecalculeerd, laat ik het zo zeggen. En dat zie ik ook gewoon terug bij jou, dus ja. Ja, dat was wel niks... Nee, okay. Ik heb sowieso nooit iets slechts over jou gehoord of dergelijke, dus... Gelukkig maar. Ja. Nee, ik zei ook altijd tegen NOS, want die is veel meer van het zwevige, spirituele en zo. Ja, daar ben ik ook van. Vind ik leuk. Jij bent er ook van. En ik hoorde je net ook NOS uithoren op de bank. Ik dacht, oh god, arme NOS, ik weet hoe jij dat kan doen af en toe. Ja. Dat je zeg maar... Ik vind het leuk. Ja, dat snap ik. Ik zat met klikkende knietjes mee te luisteren. Ik weet hoe jij mensen op het spoor kan laten, zeg maar. En volgens het tapijt dat iemand vandaan kan trekken. Dat je hebt fijne tyfus op. Die arme NOS, die zit hier vol passie je verhaal te vertellen. De tweede ontmoeting is dat. Ja, dat is de tweede. Exact. Aladdin. Hoppa. Vandaag deed je dat ook een paar keer bij NOS. En dat zij haar waarheid kon verkondigen. Ja. Weet je, dan laat je haar een bos inlopen. Terwijl ik ook ben daar zeg ik, oh NOS, je loopt nu echt vol het bos in. Doe het jezelf niet aan. En dan vervolgens, pas na 5 minuten, dat ze voor dat bos verdwaald is. Dat ze, dit is mijn wereld, dit is mijn waarheid. Kom jij aan als een totale klojo? Dan zeg je bij jezelf... Was het ook weer bijvoorbeeld... Ik kan niet zeggen waar het precies over ging. Want dat is nog pas buiten de dingen omgebeurd. Weet je dan over geloof. En of dat... Tot in hoeverre bepaalde keuzes in het leven... Of je nou met bewustzijn handelt... Of dat alles onbewust gebeurt. Oh, zo, zeg maar. Ja. Ik probeer het heel breed te vertellen. Zodat, dat je denkt, ja, die arme NOS... Ik zeg ook altijd, de klux die opzetten... Jij met je vragen, dat jij verder... Ga maar dieper dat bos in, ga maar dieper. Kijk maar waar je eindigt. De reden waarom ik dat doe... Het is niet vervelend of zo, maar dat zijn serieus vragen... Dingen waar ik zelf ook lang mee heb gezeten... Waar ik over na heb gedacht. Mm. En ik ken heel veel van die gedachtenpaden en gangen, die ken ik. En ik ben op een gegeven moment... door inzicht de andere kant op gegaan. Maar ik ben nog steeds heel erg benieuwd... of ik iets gemist heb onderweg. Dus daarom luister ik daar graag naar. En kijk hoe iemand erin zit. Maar vertel ik ook mijn kant. En waarom ik denk van... Nou ja, waar we toen nog hadden, waar je net op duiden was... dan alles is voorbestemd. Dan zeg ik van... ja, maar heb je nog wel een vrije keuze? Maakt jouw keuze überhaupt nog wel uit... wat je doet in het leven... als alles toch al is voorbestemd? En toen kwamen we op een leuke discussie. Mm. Ja. Zeker. Maar dat is weer leuk. Heb jij voor de rest... Toen kunnen we zeggen, het is niet de eerste boer van mij die je ontmoet. Ondertussen kun jij nadenken over andere verhalen. Want ze heeft dus ook gewoon Caronne ontmoet, hè? Ja. En dat is afgelopen weekend gebeurd. Oh, nee. Je wou het er straks vertellen, maar je mag het nu vertellen. Dan, hoe heb jij Caronne ontmoet? Ik ben de jongste van 3. Dit is Jentel, de oudste. 89, Caronne is uit 91, ik ben uit 92. Zodoende, en je hebt Caronne ontmoet. Ondertussen kun jij nadenken, als je eventueel zegt, ik wil nog een vraag stellen, dan kan dat. Maar hoe heb je Caronne ontmoet?
Nou ja, we waren dus in Utrecht en ineens kwam een heel groepje naar hem toe. Oh. En iedereen dacht van, wat gebeurt hier? En de 2 meter achter dat groepje zat... Voor de duidelijkheid, we waren in een oud cafeetje. Oh. En ik kwam een paar van die gasten, einde 20, begin 30. Oh, Bordeaux. Ja. Hey. En we met die lampen heen en weer gooien in dat café. Ja. En, hey. Ik denk, nou lach, ik doe wel mee. Eagles, hey. Exact, als een soort... Het was afgelopen zaterdag, als een soort Don Juan. Ja. Komt daar als laatste nog één iemand, als een klein trappetje naar boven van een meter. Ja, precies. Dan staat hij wel. En dan kwam die wel. Hè. Don Corleone op die trap. En dan komt hij naar beneden. Een soort Pirates Caribbean scène. De koning van het schip, of kapitein. En El Capitan. El Capitan, weet je. Is een oud boevencafé, zo Disney gehaald. Komt Caron eraan gelopen. Kijk. En pak hem maar op. Hij was heel dronken. Oh, hij was wel? Echt heel dronken. Dat vind ik niks van hem. Hij was echt... En hij kwam naar hem toe. En ja, toen hij vroeg 5, 6 keer dezelfde dingen. Ik weet niet als het was omdat hij aan het ahoeren was... of als hij gewoon zo ver weg was. Ja. Maar ja, ik weet het niet. Hij was... hij is niet mijn cup of tea, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat ik echt wel... af en toe in discussie met hem kan gaan. Ja. Goeie eerste indruk. Goeie eerste indruk. Leuk. Maar hij heeft er wel moed. Ja. Ja, het is vroeg ook heel lief aan mij... wat ik erom bedoelde hiermee. Op deze foto. Ja, Jet kan het niet zien. Nee. Even omschrijven. Wat staat er op de foto, Marco? Nee, we kunnen wel laten zien, hoor. Dit is een foto van de ontmoeting... in het café met ons binnen. Het ging met name zeg maar om de vinger bij de broek. Wat wordt daarmee bedoeld? En wat wordt daarmee bedoeld? Ik weet het niet meer. Je weet het niet meer. Dat was zeg maar, er wordt ook gezegd, die gast wilde mij bijna in elkaar slaan, joh. Mijn broer wilde bijna Meertie in elkaar slaan. Is dat zo? Nee, Meertie en hij gingen wel de discussie in. Oh ja, joh. Ja, oh. Hij begon... Kijk, weet je wat het is? Meertje en ik zitten daarbij op dezelfde lijn. Hij kwam ineens gewoon van... Ik ben de baas. Ja. Daar kan ik niet tegen. Okay. Sorry, maar ik vind dat gewoon... Nee. Dan denk ik bij mezelf van... Ja, daar, nee. Welke manier was hij de baas voor jouw gevoel op dat moment? Nee, hij begon eigenlijk gewoon... te zeggen van, ja, ik ben de baas van de familie. Dus je moet eerst door mij heen, weet je wel. Maar dat is trouwens wel echt van... zo, ja. El Capitan. Ja, hij was inderdaad, dat deed hij wel echt. Hij ging echt inderdaad over me heen hangen en doen. Ja. Hij begon ook over, dat vind ik ook zo lastig bij hem. Ik ben dus met zijn verjaardag, toen we bij hem gingen eten binnen februari, heb ik een cadeau vergeten. Ja. Daarna zag ik hem bij het overlijden van mama, de herdenking. Ja, dan ga ik geen cadeau geven. Mm. Dus ik heb zijn cadeau hier nog altijd liggen. En in plaats van bij een gesprek aangaan, ging hij dus over die tafel hangen. En, wat zouden jullie doen? Zouden jullie je broer een cadeau geven? Of niet op zijn verjaardag? Ja, natuurlijk. Nou, zo bedoel ik het maar. Paf. En dan liep hij zo de deur uit. Toen ben ik cadeau van hem, ligt hij daadwerkelijk nog. Dat ik kan hem nu niet meer aan hem geven. Zeg maar, ik heb nu een cadeau hier liggen. Ja. Of zeg jij, Bardo, gebel gewoon op, flikker door zijn brievenbus en... Geef het cadeau gewoon, zou ik denken. Geeft de scheid aan Caron? Ja, ik weet niet waarom niet. Ja, maar omdat hij dan weer tegen me gaat. Hij blijft het in de eeuwigheid tegen me gebruiken. Dat je denkt, ja, teringzooi. Het is een cadeau. Het is, ja, weet je, ja. Het, nu zit heel veel spanning onder het cadeau. Terwijl als hij dan gewoon zegt, hey Bardo, ben je een cadeau vergeten of zit het hier dit jaar? Die spanning is door jouw keuze, wat jij daarbij voelt. Ja, true. Misschien moet ik inderdaad gewoon met dat cadeau voor zijn deur leggen en zeggen, succes erbij, weet je wel. Om daar dan revanche op te halen, weet ik niet. Als jij zegt van, joh, dit is hoe ik me erbij voel. Dit is hoe het gebeurd is. Eerst cadeau op die manier. True. Klaar. Ja, en dan is het aan hem om daar een reactie op te hebben. En dan kun je mee omgaan. Je bent wel zijn broer. Ja. Daar speelt iets. Maar dan... True. Want nu ga jij helemaal mee in zijn emotie. In zijn, ja, het was meer gewoon de op dat moment de aura, de vibe die er ontstond in het café. Ja. Waarbij je denkt, hij was echt inderdaad doorgegaan. Hij pakte hem ook een paar keer vreemd beter, stelde harde vragen aan jou. Dus je kent Caron ook wel een beetje. Je weet hoe hij het kan doen, het uithoren van. Uh-huh. Met een bezopen koppie. Dat je denkt, oh, assertief. God, assertief. Ja, overwegend agressief. Nee, precies. Zoals de Jelmer-discussie die we nu niet gaan aanhalen. Okay, dat, weet je dat hij met T-Mobile heeft gewerkt? Of Hai was het, hè? Hai was het. Ja, het is een lang verhaal. Zo'n familiegrapje dit nu. Maar heb jij nog de laatste vraag voor Nos? Namens de hele chat. Jij kan nu iedereen namens de hele chat... Kun je alles vragen? Jij hebt alles meegemaakt via Twitch. Je hebt alles gezien, gedaan. Hoe is Nos voor jou? Lees een beetje op aan een online beeld wat je van daar had. Helemaal 100%. Ja, ja? Ja, superleuk.
Ja, het is als een family-friendly streamer. Ja. Ik moet wel eerlijk zijn, in het begin was ik heel rustig. Maar dat komt, ik moet eerst even de kat uit de boom kijken. Hè, ja. En daarna ging het gewoon wat soepeler. Maar heb je wel snel gedaan, Ben. Want ik heb je wel vaker gezien dat je de uren over doet. True. En nu ben je makkelijk op je gemak. True. Ik denk ook gewoon omdat jij het best wel vaak over hem hebt gehad. Mm-hmm. Dus dan begin ik daar gewoon wat meer familiair mee te worden. En dan is het gewoon wat makkelijker om... Ja. Enige wat ik wel jammer vond, is dat je de tarotkaart niet meer had genomen. Ja, ik vind het ook zo stom van mezelf. Oh. Mystic Mondays, hè? Maar dat komt wel. Okay. Dat komt wel. We kunnen gewoon afspreken dat we over 4 donderdagen nog een keer afspreken, bij wijze van. Ja, prima. We zeggen volgende precies over een maand, donderdag 4. Ja, is goed. En we moeten nog even... Als ik niet in Benidorm zit. Zit je dan nog in Benidorm in mei? Ja. Wat op? Moet ik even kijken. Ja, onder voorbouw. Ja. Onder voorbouw zit je dan in Benidorm? Onder voorbouw deze afspraak. Als ik in Benidorm zit, ben ik er niet. Ja, maar jij weet, Benidorm heb je al ingepland, toch? Ja. Nou, dan plannen we daar wel even omheen. En wij moeten nog inplannen voor het squashje. Oh ja. Want dat is nu de afgelopen paar keer echt helemaal iets. Jij stuurde me heel lief aan het begin van het jaar een appje van Bardo. Zullen we elke vrijdag gewoon vasthouden om samen te sporten? Ik zei, ja, is goed. We hebben er geloof ik 4 naar 5 gedaan. 2 ben ik niet opkomen dagen. 3 zijn er goed gegaan. Of 2 zijn er goed. 1 was ik te laat. Moeten we even doen. Dat is goed. Ik vind het prima. Ja, om het gewoon even op te pakken, vast te binden. Ben je zoals de chat meteen ziet, wij zijn echte squashkanonnen. Dat is niet de stoffen. Ja, dat is niet de over die baren, jongen. Dat dendit van links naar rechts. Oh, godverdomme. Explosiviteit. Dat is niet normaal. Tering, Jantje, doe jij een keer mee als we gaan squashen? Doe jij dan mee met Just Dance? Voor 300 subs wel. Maar jij gaat niet meedoen met squashen zomaar? Ja, oké. Okay. Zij zegt dat ze kan tennissen en doen. En, oh, dan kun je een squashje pakje zo op. Okay, nice. We spelen wel met aangepaste regels voor wat mindere mobiele mensen. Met wat, Ik geef je 1 minuut even privé. Ik pak even 1 ding. Of wees je rare vragen die stelt? Rare vragen. De arme Nos. Ja, Nos. Nos, heb jij een vraag voor mij? Wil je iets weten? Of, Ik heb een beetje het gevoel dat ik jou een beetje al kende. Omdat waar ik zei. Dus ik heb niet echt vragen. Oké, leuk. Je kan nu alle ramen gaan doorbreken. Hè? Je kan gewoon alles vragen nu dat je zegt... Is er iets wat je over mij wil weten of factchecken bij Jentel? Dit is het moment dat je zegt... Pardo roept dit altijd, is dit nou waar? Laat me even nadenken. Er zijn veel op mijn eigen... Nee, je mag nu kan je het factchecken. Nu gaan allemaal beschouwde dingen door mijn hoofd heen. Oh, weet je of de Furby begint? Ik sla je er in. Ja. Oh, dat was nog veel erger. Ja. What did you do? Niks. Jij wilt vragen stellen. Is hij altijd zo onhandig geweest? Ja. Oké. Okay. Dat wou ik echt weten. Niet dat het in één keer was. Zie je die Gameboy-collectie daar achter Jentel liggen? Achter Jentel op dat plankje, zie je het daar stik? Ja, ja, ja. Laten we zo zeggen, geen één van die Gameboys is op natuurlijke wijze kapot gegaan. En dat is niet zozeer onhandig, hij was agressie. Dat was, maar dat was echt gewoon letterlijk een woedeprobleem wat je had, waar je wel doorheen bent gekomen. Ja. Maar dat was wel iets wat je gewoon, als iemand... om jou een grapje maakte, dan kon je niet meer overweg. En als kind, hè? Dat was niet in zijn 10 jaar was het voorbij. Nee, als kind. Toen was ik heel jong. Was ik nog 21, 22 of zo? Toen ging ik met een Gameboy. Ik presenteer op Veronica. Ik heb een boek geschreven. Dat gaat niet. Wat heb jij gedaan met je leven? De boef, linkse rat. Nee. Nee, maar true. Dat was inderdaad. Daardoor al die Gameboys die achter jou liggen, die zijn daar kapot op gegaan. Gesneuveld. Is dat waarom je... Is dit waarom je altijd pannetjes in de keuken op de grond gooit? Wat? Altijd. Er is een pannetje gevallen hier toen ik een eitje aan het maken was. Dus dat valt reuze mee. Ja. Maar wil je nog dingen voor de rest factchecken? Of moet dat volgende keer gebeuren als Jentel er weer is op een donderdag? Dan, Ik heb niet echt... Nee, dit is je ik kant. Heb niet echt... Ik heb niet echt iets, nee. Oké, ja, dat enige wat ik nog kan zeggen is, ken je hem nog, de oude boef? Prachtig. Ja, dit is een banjo met de banjo. Wat was de grap? Nou, dat was niet echt een grap. Het was... Het was gewoon een stom dingetje wat Jentel heeft gedaan een keer. Dat was een... vertel het zelf ook mee. Benieuwd hoe jij het zelf vertelt. Jij vertelt hem een stuk beter, vind ik, dan ik zou kunnen. Ja, jij zou die keer? Ja, vooral met de ernst van de situatie met Ma toen en hoe het allemaal een beetje... Het was oké, dat ga je heel diep maken. Kijk, het was zo... Ja. We waren voor het eerst op vakantie bij Kuipatien in Drenthe was dat. Ja, als je in Drenthe op vakantie bent, snap je al de ernst van de situatie waarschijnlijk. Als je dat vakantie gaat noemen. Maar wij hadden toen... onze moeder had het herseninfarct gehad. Het was toen op vakantie waarbij Caron in elkaar geslagen was. Ja. De moeder van mijn moeder overleed. De moeder van papa reed hier echt 100 meter, 200 meter verderop tegen een boom aan. Die lag ook in het ziekenhuis.
Twee weken op vakantie, dus alles ging kut. En na het herseninfarct van mama was het eindelijk weer normale vakantie. Ja. En we gingen naar dierenpark Emmen. Dat heet nu Wildlands, geloof ik. Okay. En toen inderdaad waren ze, ik verveelde me en ik kom in Jentel altijd het meeste lachen. Dus wat toen, oude hoeren, lekker kutten, lekker klooien. Klieren. Lekker proberen 100 doelpunten te halen in Mario Strikers. En dan als tweede genoemd worden in de Endgamer. Fuckers, ja, diepe lore. Nooit vergeven. Jentel die had op een gegeven moment een pinguïn die daar liep, noemde hij Banjo. Weet je wel, Banjo, en die helemaal leuk, Banjo, en die zou dan de Banjo spelen. Bij het weggaan mochten we van onze vader, geloof ik, als we het leuk vonden, iets meenemen om uit te kiezen. Ja. En jij koos als eerste een pinguïn uit. En dat was dan deze pinguïnknuffel. Niet letterlijk deze trouwens. Ik heb deze op een rommelmarkt vorige maand gevonden. Nee, 3 stuks voor €1,50. Echt waar, joh? Ja, maar die zijn spik schoon. Kijk eens. Hij ziet er goed uit. De rommelmarkt ook spik splinternieuw. Goeie staat. Dus die heb ik meegenomen. En jij koos die pinguïnknuffel uit. En in de auto zei je, nou Bardo, dit is hem weer. Ken je nog Banjo? En Banjo en die... Banjo met de Banjo. Super irritant liedje. Onze vader werd strot geïrriteerd ervan. Die zei, hou je bek allemaal. Daarachter, wat zijn jullie aan het doen? En dat maakt het alleen maar mooier. Banjo met de Banjo. Banjo met de Banjo. Banjo met de Banjo. Elke zin een Banjo erin. Toen heb ik dit verteld bij de Boer Havelaar, de eerste. En het was zo achterlijk stuk. Ik had het nooit op school moeten doen. Wat jij had gedaan, want op vakantie is dat heel leuk. In dat moment met de gekheid in de auto. Precies. Ja. Als vervolgens iemand in je middelbare school komt. Nou jongens, Banjo. Chirp. Wat doet die gek nou? Wat is dat? Wat doet hij aan de hand? Heeft hij dwarslazy? Toen noemden mensen mij dus Banjo. Door de pinguïn grap. Banjo met de Banjo. Maar wist je ook, dat is het laatste wat we kunnen zeggen. Daar moeten we ook echt afronden. Wat mooi is aan pinguïns. Vertel. Die hebben de nare eigenschap om... er is altijd een pinguïn. En daarom vind ik het een typerend logo voor Banjo-movies. Pinguïns kunnen moeilijk zwemmen. Ze kunnen wel zwemmen, alleen als ze het water ingaan... die zeeleeuwen, die weten ook, hierboven zitten allemaal pinguïns. Dus de eerste die het ijs breekt voor een hele hordes die er doorheen kan... is een pinguïn. Die is gewoon te dooi opgeschreven, want die wordt opgegeten door de zeeleeuw. Grootste risico, ja. En dat vond ik altijd typerend. Ik denk, voor alles wat we online hebben gedaan met Banjo in de mediawereld. Ja, het logo is een pinguïn. Ja. Ik ben als eerste door het ijs gesprongen. Ben er ook doorheen gegaan, opgegeten door de zeeleeuw. En nu kan iedereen vredig dat water ingaan. Waarbij ik denk, nou, nu doe ik wel heel eerbiedig naar mezelf. Maar het is wel zo, ik denk, nou ja, wat dat betreft de symboliek van een pinguïn. De eerste pinguïn die door het ijs gaat. Nou, dat is wat dat betreft nog wel enigszins treffend te noemen. Staat mooi. Dat dacht ik dus ook. Ja. Kunnen ze hier online nog ergens vinden of zo? Nee, niet. Nee? Helemaal de chat. Bij mij in de chat, Bugcheck in de chat, jongens. Is Wildlands zo erg? Ja, het is Drenthe, dat is erg. Wildlands was leuk. Wildlands is goed, dat is genieten geblazen, lieve mensen. Ja. Dus wat dat betreft, de gasten, Bugcheck. Jij kan die Jentel volgen op Twitch, je gaat nooit streamen. Nee. Ook niet met je Engelse kameraad? Nee, ook niet. Geen League streampje, geen Hearthstone streampje, WoW stream. Nee, nul. Nee, geen behoefte aan. Geen behoefte aan, kijk de team is. Je kan wel het heen en weer genieten in de chat. Over 4 weken ben ik wel weer in een podcast. Oh, hier weer natuurlijk. Ja, dat is goed. Gooi die follow hier in ieder geval. Dan zie je Jentel over 4 weken terug. Wil jij nog iets kwijt? Nee, I'm good. Nee, geen goede zelfpromo poppen? Nee, het is oké. Nee, helemaal klaar ermee? Ja. Nou, dan zien we jullie volgende week gewoon weer, lieve mensen. En bedankt voor het kijken, het luisteren en alles. En tot volgende week. Yo. Ik weet niet met wie trouwens, kut. Daar heb ik geen idee over. Ah ja, jullie probleem. Stink erin. 'Geniet van deze mooie raid, hè. Dit is even genieten geblazen. Ja, Jentel vond het ook heel leuk om iedereen te ontmoeten, behalve de koffieman, hè. Koffieman vind ik me niet. Ja, jammer dat je er was, koffieman. Ja. Tot de volgende stream.